Ziezo, we zijn bijna klokslag 11 uur. Ik zie al een honderdtal genodigden die de zaal zijn binnengekomen. We gaan stilaan van start gaan. We hebben een volle agenda. We hebben in totaal 330 inschrijvingen, dus dat is een mooi resultaat. We hebben een aantal boeiende sprekers die vanuit hun vakgebied toch wel ofwel innovatieve experimenten, ofwel hun expertise eigenlijk, en zullen samenbrengen in een poging om eigenlijk een aantal stukken van de puzzel van de energiemarkt voor jullie te duiden. Hè. Beginnen met een aantal basisprincipes, tot een aantal experimenten die dus een aantal van die mensen op het terrein aan het uitvoeren zijn. Voor alle duidelijkheid, we zoomen hierin op de mogelijkheden voor het lokale bestuur. We gaan niet in op energiegemeenschappen, appartementsgebouwen enzovoort. Het gaat over energiedelen, PV maximaliseren en energiedelen dus tussen gemeentelijke gebouwen. En ook vooral dat laatste stuk toch, die zelfconsumptie trachten te verhogen door vraagsturing. Maar dan kom je natuurlijk met een heleboel zaken op de proppen. Misschien eventjes nog een paar praktische afspraken. De webinar die wordt opgenomen, die wordt ook nadien ter beschikking gesteld, samen met het verslag en de Q&A-vragen kan je ten allen tijde doorheen de presentaties die elkaar zullen opvolgen. Dus we zullen alle vragen op het einde hernemen. Die kan je via de chat. Graag ook eventjes uw lokaal bestuur en uw naam vermelden. Heb je zelfs technische problemen, contacteer dan de mensen via de chat en dan wordt er een oplossing gezocht. Hier zijn de sprekers, daar ga ik even snel over, maar we zullen zo dadelijk van start gaan dus, met Mathias Marchand. En ik licht eventjes toe wat de uitdaging voor vandaag is toch wel, en ook een deel van de oplossing waar jullie deel ook van kunnen zijn. We willen eigenlijk af van fossiele brandstoffen. Dat staat klaar als een klontje. Niet alleen omwille van hetgeen we hier zien, hè, jullie energierekening, hè, de financiële directeurs, de patrimoniumbeheerders, schreeuwen waarschijnlijk moord en brand op dit ogenblik. Hè. Zij zien die tsunami van facturen aankomen. We kunnen daar gelukkig zelf ook iets aan doen. Maximaliseren van een lokale productie aan bepaalde kostprijzen. Zie je dat dat een no-brainer is. Hè. Daar hoef je niet lang over te twijfelen om dit te doen. Want hetgeen dat je aankoopt versus de kostprijs per geïnstalleerde kilowattuur is altijd een goede deal. En ook willen we, om van fossiel af te geraken, warmtepompen installeren, daar waar geen warmtenet mogelijk is natuurlijk, een afweging die je steeds moet maken, elektrische voertuigen en ook het huidige verbruik is natuurlijk elektrisch. Wat dat dan voor implicaties kan hebben in positieve of soms negatieve zin op je energiefactuur, op het energienet in transport of op eigenlijk het distributienet, daar gaan de volgende sprekers en ik begin met Mathias Marchelin van Elia, die eigenlijk de specifieke rol van de mechanismen en de producten waarmee Elia eigenlijk het hoogspanningsnet elke seconde in balans houdt, zal toelichten. Dan stop ik nu met delen en dan kan Mathias graag het huis. Mathias, Ja. aan jou het woord. Eventjes jouw Dank u beginbeeld wel. krijgen, inderdaad. Ik vond de slide heel leuk om daar inderdaad te zien dat er warmtepompen waren, EV's. Eigenlijk allemaal stuurbare flexibiliteiten die voor Elia zeker in de nabije toekomst eigenlijk al zeer relevant gaat zijn. Nu, ik ga proberen op 15 minuten door een heel complex verhaal te loodsen, zonder te veel in detail te gaan om te tonen van kijk, waarom is flexibiliteit voor Elia belangrijk? Dat is dat al vandaag, we gebruiken dat dagelijks. Maar voor welke uitdagingen staan wij en hoe kan uiteindelijk de eindconsument, maar ook gemeentes en zo, daarin deelnemen? En dus ook de voordelen daarvan dragen. Nu, misschien heel kort even, ik denk dat de meeste mensen Elia, welle, dat hoop ik toch, kennen. En waarschijnlijk ons vooral kennen van de hoogspannings. Lijnen die je her en der in het landschap ziet. Dus wat is eigenlijk onze rol? Wij verbinden productie met de distributie. Productie, dat is zowel de grote productieeenheden in België, maar ook Europese productie via de Europese markt. We verbinden die met de distributie, netbeheerders die dat dan verder kunnen verdelen, maar ook met onze grote industriële verbruikers. Denk aan de types BASF, ArcelorMittal. Nu, daar zijn we van gekend. Nu, als we dan inzoomen puur op onze kerntaken, hè, dat is natuurlijk die infrastructuur bouwen, onderhouden. Wij zorgen ook voor een marktfacilitatie, zorgen dat die internationale of Europese elektriciteitsmarkt, dat die effectief kan werken. Maar we hebben ook een heel belangrijke rol in het managen van het systeem. En daar kadert natuurlijk dat flexibiliteitsverhaal absoluut in. Een van de taken in het management van dat systeem is voortdurend een balans te bewaken en te garanderen tussen productie en tussen afname.
Zodra dat daar eigenlijk geen balans meer is en we kunnen elektriciteit vandaag de dag ook nog altijd niet in grote hoeveelheden opslaan, is het heel simpel. Ik ga een complex verhaal heel simpel maken. Ik ga gewoon het licht uit. En dat op een tijdsframe van enkele seconden zelfs, zodra van het moment dat die onbalans ontstaat. Nu, je moet daar geen schrik voor hebben. We hebben gelukkig heel wat middelen om die balans vandaag de dag al effectief te kunnen garanderen. Nu, je kan die middelen eigenlijk groeperen onder twee grote groepen eigenlijk. Een eerste groep is eigenlijk expliciet. We hebben bij Elia een nationaal controlecenter waar die balans voortdurend op secondebasis gemonitord wordt. En waar er mensen achter de knoppen zitten, ook automatische systemen zijn. En waar dus Elia expliciet gaat activeren. Wij contracteren bij grote productieeenheden, bij grote industriële de mogelijkheid om consumptie te verminderen, productie te vermeerderen. Daar betalen wij voor. En het moment dat het nodig is, gaat dat ook gebeuren. Daarnaast is er ook nog een impliciet verhaal. Wij geven de marktpartijen, grote leveranciers, de grote marktpartijen, de incentive om ook hun eigen portefeuille ten allen tijde in balans te houden. En als ze dat in real time niet doen, dus meer elektriciteit verkopen dan dat ze effectief produceren of aangekocht hebben, dan gaan zij eigenlijk de rekening van die expliciete activaties gaan betalen. Dat zijn de twee mechanismes eigenlijk die hand in hand samenwerken. Nu, ik heb gezegd, grote productieeenheden, grote industriële, dat zijn vandaag de dag de partijen die deelnemen. We zijn die markten aan het openen. Zeker als we kijken naar het expliciete, vandaag de dag al zijn er verschillende reserveproducten, zijn die beschikbaar ook voor eindconsumenten. Kan je eigenlijk bijvoorbeeld met middelgrote batterijen aangesloten op laagspanningsniveau al deel gaan nemen aan die producten. Nu, wat zijn de type producten daar? Ik ga er een paar uithalen. Bijvoorbeeld, we hebben FCR, en dat is een reserve, technisch gezien is dat vrij moeilijke reserves, dat je binnen de 30 seconden het net gaat ondersteunen. Dus er gebeurt iets op het net. Ik zeg maar, we verliezen een nucleaire eenheid. Ik bedoel dan elektrisch ontkoppeld van het net. Dat gebeurt wel een paar keer per jaar. Dan moet je binnen de paar seconden die balans kunnen herstellen. En dat zijn dan assets die de frequentie meten en in functie daarvan iets of wat extra vermogen op het net gaan zetten. Dan heb je andere producten die iets trager reageren, die op een tijdsframe van enkele minuten die lokale problemen, de Belgische problemen qua balansen gaan herstellen. Is dat niet voldoende? Kunnen wij nog manuele acties gaan ondernemen? En kunnen we echt de mensen in het controlecenter gaan manueel dan op de knoppen gaan duwen om die extra flexibiliteit te activeren? Nu, dat zijn drie weer grote groepen van producten. Technisch zeer complex om te leveren. Je hebt er heel wat communicatie voor nodig. Dat is niet eenvoudig. En vandaar dat er vandaag de dag al heel wat aggregatoren op de markt zijn die flexibiliteit ook op laagspanning gaan poelen. Die gaan kijken, oké, we hebben batterijen, we hebben warmtepompen, eventueel elektrische wagens in de toekomst. En we gaan die allemaal samen gaan groeperen in één virtuele productieeenheid om zo ook te kunnen deelnemen aan die verschillende producten. Daarnaast heb je dat impliciete. Om even op dat impliciete verhaal terug te komen. Ook daar zit er eigenlijk heel veel waarde voor de markt. Ook daar, zeker voor flexibele assets, kan er echt wel waarde gehaald worden. Ik heb er juist al gezegd, op het moment dat er een onbalans is, gaan wij expliciete acties ondernemen. Daar zit een bepaalde kost aan. En de veroorzaker van die onbalans, wel, dat is de partij die kost gaat betalen. Maar ik kan dat ook omkeren. Als je op dat moment effectief het net gaat helpen, ik zeg maar terug dat voorbeeld, die nucleaire eenheid ontkoppeld van het net, er is veel te weinig productie. Als je op dat moment vrijwillig zegt, ik ga toch wat meer productie op het net zetten, ik heb hier nog wat flexibiliteit, ik ga mijn batterijen leegmaken, wel, dan kan je daar een zeer interessante prijs voor krijgen. Ik heb hier eigenlijk een voorbeeldje van, niet zo lang geleden, 24 april, dan zie je bijvoorbeeld 's nachts die oranje balkjes naar beneden, wil zeggen de hoeveelheid productie die tekort is. Dat zit hier rond de 300 megawatt tekort op sommige momenten 's nachts. Wel, dan zie je dat je eigenlijk zeer hoge prijzen krijgt. De veroorzakers van dat tekort, die misschien de wind slecht hebben voorspeld, wel, zij gaan elektriciteit betalen aan die prijs. Maar als je op dat moment je batterij
zou ledigen en op het net zetten, kan je daar ook die prijzen, hier zit een 350, 400 euro per megawattuur, maar die prijzen kunnen variëren richting de 1000, 2000 euro per megawattuur, kan je die ook effectief krijgen. En ik heb hier nog een ander voorbeeldje, dus dat is hier eigenlijk op de middag. Op de middag typisch is er veel zon, die dag zal er meer zon zijn dan voorspeld, want dan krijg je negatieve prijzen. Dat betekent als je toegang zou hebben tot die dynamische real-time prijzen, vandaag de dag zijn dat enkel de grote marktpartijen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga mijn wagen laden op het moment waar er daar heel veel te veel productie op het net is. En niet alleen is dat zeer goedkoop, ik ga ervoor betaald worden, want die prijs is negatief. Vandaag de dag weer, dat mechanisme bestaat. We hebben dat geïmplementeerd in 2012 en heel wat grote marktpartijen reageren daarop. Dus dat werkt echt. Ook dat is eigenlijk een principe als we dan kijken naar de langere termijn, dat we willen opentrekken in de richting van de eindconsumenten, zodat die daar ook de benefits kunnen halen. Misschien eerst even gaan kijken wat dan eigenlijk, waarom dat we dat willen doen. Wat is de challenge waar we voor staan? Nu, dit figuurtje hier geeft eigenlijk schematisch weer hoe dat we vandaag een energieverbruik hebben en naar waar we gaan toegaan. En met energie bedoel ik niet alleen elektriciteit, maar algemeen. Je ziet dat heel wat processen, industrieel, maar ook residentieel, veel energie-efficiënter worden. Dus we zien wel dat naar de toekomst er minder en minder energie, elektriciteit plus gas plus andere bronnen, gaat verbruikt worden. Maar het aandeel elektriciteit in het energieverbruik, dat stijgt en dat stijgt enorm. Residentieel, die warmtepompen, die elektrische wagens, maar zelfs op industrieel niveau, voor het maken van staal, voor het maken van cement, gas, die brandstoffen die ook vervangen worden, waar gekeken wordt naar elektriciteit om die processen te doen functioneren. Dus dat zijn gigantische verbruiken. Dat is eigenlijk een eerste ding dat we zien wat voor een uitdaging gaat zorgen. Nu, de bronnen van elektriciteit voor het leveren, vandaag de dag zie je daar in die groen-blauwe bol een klein stukje donker. Dat gaat veel meer worden. Dat is eigenlijk het aandeel hernieuwbare energie. De wind en de zon. En dat is natuurlijk zeer goed. Ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is dat dat aandeel groeit. Maar dat zorgt wel voor heel grote uitdagingen. Zeker in het balanceren van het net. Nu, om daar niet een hele exhaustieve lijst te geven, heb ik eigenlijk gewoon twee voorbeeldjes snel genomen. Om kort toe te lichten wat bijvoorbeeld zo'n uitdagingen zijn. Dat je daar iets of wat toch een idee van hebt en kan inschatten wat dat met zich meebrengt. Die elektrificatie die gaat zorgen voor zeer grote variaties van consumptie op ons net, maar ook productie. Typisch gaan we zien hier, je moet niet te veel aantrekken van die kleuren hier, dat zijn doorheen de verschillende jaren. Maar eigenlijk wat je moet zien is, als je doorheen de verschillende jaren kijkt, dat hoe verder je in de tijd gaat, hoe lichter die kleur wordt, dat je eigenlijk op die middagpiek veel minder en minder productie en consumptie gaat hebben op het net. Waarom? Nou, iedereen heeft zonnepanelen. Iedereen doet dan zelf consumptie en dat is goed. Maar s'avonds, wanneer die zon weg is en iedereen komt thuis met zijn elektrische wagen en gaat beginnen koken, dan zie je dat er een enorme piek komt. En dat zorgt voor gigantische variaties van nood aan productie. Als je ziet, we kijken hier naar 2030, denk ik dat het is, het verschil tussen de consumptie of de productie dus ook, want die moet in een balans zijn, op de middag naar de avondpiek is 5 gigawatt. Dat betekent dat je 5 gigawatt flexibiliteit in je systeem nodig hebt om op enkele uren die extra energie te kunnen leveren of 's ochtends ook minder te gaan leveren. Dat is een gigantische uitdaging. Een andere uitdaging is, we praten dan over hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld wind. We hebben vandaag de dag 2,3 gigawatt wind op zee geïnstalleerd. En af en toe passeert er een storm. Ik denk dat iedereen Kiara en Dennis nog wel kent van 2021 of 2020 misschien zelfs. Er zijn toen veel in het nieuws geweest, die stormen. Maar we hebben er dit jaar ook nog eentje gehad. De naam ontsnapt mij. Maar een storm op zee, dat wil zeggen dat er zoveel wind is, dat die windmolens te veel krachten te verwerken krijgen, dat die gewoon uitschakelen. Vanaf een bepaalde windsnelheid stoppen die met produceren.
Dat betekent dat je op een korte tijd van een kwartier van vandaag al variaties ziet van 600-700 megawatt en op een uur variaties van 2000 megawatt of 1200-2000 megawatt. Dus je ziet inderdaad hier op korte tijd dat die productie enorm is gezakt. En in het grijs zie je eigenlijk de voorspelling van wanneer dat die productie ging zakken. Dat is zeer moeilijk om dat te voorspellen. Dit hier is iets dat we moeten kunnen opvangen. Vandaag de dag voor 2,3 gigawatt productie op zee, vanaf 2026, 2028 voor 4 gigawatt productie op zee. Eigenlijk om een heel lang verhaal kort te maken, ik heb er juist die expliciete reserves uitgelegd. Met de manier dat we het vandaag doen, gaan we er gewoon niet komen. Dat gaat niet lukken. Gelukkig hebben we wel verder geanalyseerd, er is wel genoeg flexibiliteit in het systeem, maar die flexibiliteit zit niet waar we vandaag zoeken, bij de grote producenten, bij de grote marktpartijen, maar bij de consument, bij die elektrische wagens, bij die warmtepompen. Dus waar zijn wij vandaag de dag absoluut aan het werken als Elia? En wat echt absoluut topprioriteit is, is te zorgen dat je een shift krijgt waarbij dat het epicenter van de elektriciteitsmarkt eigenlijk rond die productieeenheden draait, rond die grote partijen, dat je naar een systeem gaat waar het epicenter ligt rond die consumptie, rond de consument zelf en waar de consument ook effectief centraal staat. En dan ga je naar een systeem waar we niet meer de productie de consumptie laten volgen, maar waar de consumptie de productie gaat volgen, waar eigenlijk jij je elektrische wagen gaat opladen op het moment dat die elektriciteit er is. Je water gaat verwarmen op het moment dat effectief die elektriciteit ter beschikking is. En dat is iets waar we absoluut op focussen, waar we ook een consumer-centric market design hebben rond ontwikkeld, wat eigenlijk heel wat nieuwe innovatieve energiediensten gaat mogelijk maken, zodat je dat eigenlijk op een heel eenvoudige manier kan als consument. Als grote consument, als kleine consument, maar daar ook de voordelen van plukt. Dat je je wagen kan laden aan die negatieve prijzen, dat je ook die voordelen daarvan effectief krijgt. En dat is iets waar Elia nu volop aan het inzetten is en wat we eigenlijk tegen 2024, tegen 2025 ook effectief gerealiseerd willen zien, zodat jij als consument heel wat nieuwe energiediensten effectief kan gaan gebruiken. Energiedelen hoort daarbij. Maar een voorbeeld kan zijn, je kiest een specifieke wagen voor je een specifieke leverancier voor je elektrische wagen. En die leverancier gaat er dan gewoon voor zorgen, als je wagen ingeplucht is, dat die geladen wordt op die moment dat die het goedkoopste is. En dat je dan dus ook met heel wat korting of aan een lage prijs effectief je wagen kan gaan laden. Dat is het systeem waar we naartoe willen en waar we effectief aan het werken zijn. Ik had een kwartier, ik denk dat ik er ongeveer ben aan mijn kwartier, dus ik ga hier dan ook wel afronden. En misschien nog heel kort even een samenvatting van het verhaal, dus hetgeen dat ik al gezegd heb, de business as usual, wat we vandaag de dag doen, gaat niet lukken. En als het zou lukken, dan gaat het leiden tot gigantisch hoge systeemkosten die betaald moeten worden door de eindconsument. Daar willen we vanaf, willen we niet doen. Balancingmarkt vandaag de dag al, 2022 zie ik daar staan, dus 2021, had een waarde van 182 miljoen euro. Als je gaat kijken welke extra waarde daarin zit in de komende jaren, 2025 schatten we dat rond de 15, 17 miljoen. Maar tot 2035 gaat die waarde van die markt nog enorm stijgen. Komt er nog eens een 200, 250 miljoen euro waarde bij in die markt. Het is heel belangrijk dat die waarde dus ook tot bij de consument komt, want de consument kan daarop gaan spelen en gaat zeker op dat extra stuk dat er hierbij komt absoluut zijn rol moeten spelen en dus die waarde kunnen capteren. Vandaar dat wij absoluut aan het investeren zijn in nieuwe marktmodellen, in nieuwe mechanismes, zodat die diensten voor de eindconsument effectief waarheid kunnen worden. Vandaar de dag is dat er nog niet. Wil je toch al expliciet deelnemen, zou ik zeggen, ga naar een aggregator en kijk wat mogelijk is. Maar vooral, investeer vandaag de dag al intelligent in slimme stuurbare assets. Want morgen ga je daar effectief interessante zaken mee kunnen doen om Elia te helpen, maar ongetwijfeld ook Fluvius te kunnen helpen voor het dan weer regionaal managen van het net om effectief die congesties, waar ook al over sprake is geweest, effectief te kunnen gaan managen. Dan ga ik het woord terug aan Chris geven.
Dankjewel, Matthias, voor deze toelichting onder hoogspanning. We horen graag hoe we jullie kunnen helpen en vice versa. Ik ga nu over naar Hannes de Schrijver, die zijn presentatie klaarzet, om eens te kijken hoe wij eventueel Fluvius kunnen helpen met het voorkomen van files op de elektronensnelweg en flessenhalzen in de infrastructuur. Hannes, aan jou het woord. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Hannes de Schrijver, ik werk bij Fluvius en ik heb daar een bijzonder boeiende opdracht. Dat is eigenlijk flexibiliteit in het distributienet ontwikkelen en daar een nieuw tool van maken dat we als distributienetbeheerders kunnen inzetten om voor iedereen die betrouwbare distributie van elektriciteit te verzekeren. En wat wil ik vandaag met jullie doen? In eerste instantie wil ik dat moeilijke begrip, want we begeven ons hier toch wel in de achterkamers van de energiesector, een keer bevattelijk maken. Ik wil ook duiden voor jullie waarom het als distributienetbeheerder ook interessant is, net zoals Matjas dat heeft gedaan voor de DSO in ons land. En we gaan op het einde ook nog eens de relevantie voor jullie als stad of gemeente aanraken om te kijken wat daarin zit. Nu, voor ik begin, wil ik jullie misschien een open vraag stellen. Probeer u eens in te beelden welke machinerie er in de technische ruimtes van uw gemeente of uw patrimonium aanwezig is, waarmee u denkt flexibiliteit te kunnen leveren. Voor sommigen zal dat een evidentie zijn om die toestellen zich nu voor de geest te halen, voor anderen zal dat misschien minder evident zijn. Dus ik ben altijd graag om nog een keer terug naar de basis te gaan en een soort van ellebogendefinitie te geven van wat flexibiliteit is. Het komt erop neer dat er een aantal apparaten zijn waarvan je het vermogen makkelijk kan aanpassen, verhogen, verlagen, verlaten, vervroegen of uitspreiden in de tijd. Met andere woorden, er zijn daar knoppen aan en daar kan aan gedraaid worden. Soms is die knop letterlijk aanwezig, soms is die knop aanwezig in de vorm van een app, van software, van een energiemanagementsysteem enzovoort. En voor de distributienetten zijn er een aantal apparaten die die flexibiliteit kunnen leveren of die flexibiliteit in zich hebben, die typisch op onze netten zijn aangesloten. Met name bijvoorbeeld grote batterijen, WKK's en op de lagere spanningen zullen dat vooral de elektrische wagens en de warmtepompen zijn die regelbaarheid in zich hebben. En zoals Matjas heeft toegelicht, kan je dat doen in functie van verschillende doelen. Soms doe je dat voor je eigen portefeuille en in functie van de prijs en liefst is het dan zo dat je eigenlijk ook al de netten aan het helpen bent, wat vaak zo zal zijn. En soms doe je dat op vraag van een partij die vraagt om eventjes aan uw knoppen te draaien. Want dat is het grote verschil van de energietransitie. Wij als energiebedrijven of als netbeheerders hebben niet langer alle knoppen in handen en we zoeken eigenlijk manieren om die samenwerking met burgers op poten te zetten, zodat we samen in een goede richting aan de knoppen draaien. Nu, flexibiliteit is eigenlijk van alle tijden. Het uitsluitend nachttarief is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Heel veel mensen hebben wel een onkel, een mama of papa of een tante die zo'n accumulatiekachel in hun huis hadden staan. En wat doet die in essentie? Die zorgt ervoor dat uw energieconsumptie om te verwarmen op elektrisch vlak, dat die pas begint 's avonds of 's nachts. Waarom was dat ontworpen? Om de simpele reden dat er kerncentrales ontworpen waren en dat die doorheen de dag een heel stabiel energieproductie heel stabiel kunnen leveren, dus dan was het interessant om die spreiding te voorzien. En het gevolg van die spreiding is dat we de kerncentrale beter benutten in die tijd, maar dat we ook onze netten zo kunnen dimensioneren dat we per eenheid tijd daar net iets minder vermogen moeten doorduwen dan als we dat allemaal op hetzelfde moment zouden doen. Nu, voor ons gaat het hem dan vooral om die middenspanning- en laagspanningsnetten. Elia brengt de elektriciteit tot in de stad. Wij verdelen die tot bij de wijken en in elke wijk tot bij ieder huis. En daar zijn kabels en transformatoren die daar in het spel komen en die zullen onder druk komen te staan van de energietransitie. En voor Fluvius is die hier samengevat, voor de meeste energiebedrijven. We willen met z'n allen als maatschappij veel meer zon. Ik hoorde daar straks op de radio dat de Europese Unie 150 miljard of zoiets zal vrijmaken om onder meer de hoeveelheid zonne-energie te verdubbelen tegen 2028. Dat wil dus zeggen dat er overal op onze netten veel meer zonnepanelen zullen komen te liggen. En hetzelfde geldt voor die elektrische wagens. Daar wil ik u een cijfer in geven om voeling te krijgen met de impact voor ons net. De voorbije 10 jaar was het zo dat een gemiddeld gezin zelden of nooit op jaarbasis meer dan 4 kilowatt verbruikte. Dat is het equivalent van 3 waterkokers.
De elektrische wagen die de komende 5 jaar op de markt zal komen, die zal zich comfortabel voelen om te laden bij 7 tot 11 kilowatt. Dus dat is op zich op zijn alleen al een veelvoud van het gemiddelde piekvermogen voor vele huisgezinnen. En dan voelt je aan uw ellebogen aan dat impact voor de distributienetten, die ontworpen zijn op die 4 kilowatt en niet op die 11 kilowatt, dat de impact niet min is. Met andere woorden, ons systeem wordt veel complexer om te beheren. En ik ga jullie daar proberen een diep inzicht in te geven, zonder al te technisch te gaan. En wie de rechtse curve ziet, die herkent misschien de curve die Matthias daar juist ook toonde. Hè. De Amerikanen hebben daar een naam aan gegeven, die hebben dat de duck curve genoemd. Hè, naar de vorm van de eend. Wat zien jullie op die curve? De lijn representeert het verbruik dat door de distributienetten naar iedere burger vloeit. Doorheen de dag. En vroeger in uw gemeente, want zo'n curve is perfect toepasbaar als de historiek van de gemiddelde gemeente. Vroeger was die curve vrij stabiel. 'S Avonds kwamen we allemaal thuis, verbruikten een beetje meer. In Vlaanderen is het dan zo dat de eend letterlijk nog een mondje heeft, want dan gaat dat uitsluitend nachttarief aan en dan zakt dat weer. En doorheen de voorbije jaren is er overal decentrale zonne-energie bijgekomen. We spreken over gigawatts aan aangesloten zonne-energie. En dat maakt dat op het middaguur die curve doorheen de tijd is gezakt. De eend, zijn buik, wordt vetter en vetter, want er is meer lokale energie. En nu denkt u misschien, dat is toch goed, dat is wat we willen. Absoluut, dat willen we inderdaad. Alleen is het niet zonder technische consequentie. Wanneer er lokaal zeer veel elektriciteit wordt geproduceerd, dan stijgt ook de spanning op dat lokale net. En toestellen zijn nu eenmaal gemaakt, het gemiddelde huishoudelijke toestel, om binnen bepaalde spanningsgrenzen goed te werken. En zodra die tegen zijn limieten komt, wordt het een beetje lastiger. Nu, laten we dan ook eens kijken naar de avond. Dan zien we de kop en de nek van de eend. En dat is het moment waarop wij vandaag al thuis komen koken, onze thermostaat erop zetten. Maar als daar straks die auto's bijkomen met een verbruik dat op zich al een veelvoud is van het gemiddelde gezinsverbruik, dan gaat die nek van die eend gigantisch de hoogte inschieten. Die gaat langer worden. En de realiteit is dat ons netten ontworpen zijn met een bepaalde capaciteit voor ogen. Dus dan is er een groot vraagstuk, een maatschappelijk vraagstuk zelfs, dat ontstaat. Wat gaan we daarmee doen? De maximale capaciteit van het net ziet u hier als de rode lijn. En optie 1 is om die lijn omhoog te trekken. Dat wil zeggen, dikkere kabels, zwaardere transformatoren. En dat kost natuurlijk een stevige duit. En dan is de vraag, hoe hoog mag die lijn dan eigenlijk komen te liggen? Of hoe lang mag de nek van de eend zijn die wij graag als maatschappij een ongelimiteerde toegang willen geven tot het net? Een andere optie zou kunnen zijn, is dat wij flexibiliteit gaan aanspreken, die in alle apparaten, op allerlei spanningsniveaus ter beschikking is. En wat we daar proberen, is die eend zijn kop doen intrekken. Bijvoorbeeld die elektrische wagens, zoals Matthias het al vertelde, als die alleen al hun verbruik een beetje spreiden, dan kunnen we in plaats van dat net te verzwaren, zo lang mogelijk het uitzingen met de kabel die vandaag al in de grond ligt. Maar dan moet die eend wel met zijn hoofd onder de limieten blijven. Dus dat is eigenlijk de grote uitdaging. En vanuit Europees perspectief noemt men dat het consumer-centric systeem. Edea heeft het eigenlijk ook al zojuist uitgelegd, waarbij we dus iedereen gaan nodig hebben als een deelnemer die mee aan de knoppen draait. Nu, wij zijn een bedrijf, maar ook een regulator, een aantal dingen probeert te incentiveren en dus zeer terecht. En er zijn dus een aantal tools, niet alleen flexibiliteit, eigenlijk zijn er een aantal tools om aan goed netbeheer te doen en goed net leggen. Maar ook tarieven ontwerpen, zodat mensen aangezet worden tot een gebruik dat ervoor zorgt dat de netten niet te duur hoeven te worden. En het capaciteitstarief is bij uitstek een voorbeeld van iets dat is ontworpen met als doel ervoor te zorgen dat mensen toch een beetje ontraden worden om zeer hoge pieken te gaan trekken. Wat vraagt die regulator van ons? Dat wij dus gaan afwegen, dat wij wanneer we overwegen naar een investering te doen, ook eens kijken, kunnen we het niet wat langer uitzingen met de kabel die er nu al is, door flexibiliteit te gaan inzetten. Dat neemt niet weg dat dat investeren wel nodig zal zijn. Dat willen we toch even benadrukken. Ik heb het met mijn voorbeeld aangegeven. Die elektrische wagens, die warmtepompen, die zullen de vraag zo doen stijgen dat het onvermijdelijk is dat we heel wat netten zullen moeten verzwaren. De uitdaging voor ons zal zijn om tijdig te voorspellen waar komt het probleem het eerst en daar ook het eerst te zijn. Met die verzwaring, met die dikke kabel. Maar dan nog
kan het zijn dat de energietransitie te snel gaat. Onze collega's in Nederland hebben die situatie nu al voor. En de distributienetbeheerders daar moeten op dagelijkse, wekelijkse basis allerlei aansluitingen weigeren. Wij komen de PV-parken en windmolens weigeren, omdat ze er simpelweg niet meer bij kunnen. Wat de Nederlanders wel doen en wat wij dus ook van plan zijn, en daarom ontwikkelen we die dienst onder meer, is kijken of we in afwachting van de investering toch ook niet verzachtende maatregelen kunnen gebruiken. Want als je ervoor zorgt dat iedereen in dat lokale stuk net zich ook als zo'n eentje draagt die zijn kop indrukt, dan kunnen we misschien net iets meer mensen toelaten op dat lokale net tijdens de grote boom van die energietransitie. En heel belangrijk zijn de verwachtingen van jullie, onze stakeholders, onze burgers. Dat is meer dan een beslissing die Fluvius alleen moet nemen. De vraag waar de lat ligt en hoeveel het mag kosten, is echt een maatschappelijk debat. In dat kader is het ook zo dat er veel werk wordt verricht op dit moment, samen met de Vlaamse overheid en een aantal stakeholders, om nieuwe investeringsplannen op tafel te leggen. En daarover zal Fluvius later communiceren. Nu. Stel nu dat wij flexibiliteit effectief willen gaan aanspreken, dus we willen onszelf gaan bekwamen in het proberen mensen aan te zetten om die eens zijn hoofd te doen intrekken, allemaal aan zijn eigen knoppen te gaan draaien, dan moeten wij daar wel een aantal dingen voor kunnen. En die opdracht is ook vrij uitdagend. Wij staan daar als het ware in onze kinderschoenen. Op vlak van flexibiliteit zijn wij als een peuter die moet leren fietsen. En onze eerste oefening is proberen op die fiets te springen en 3 meter te blijven rijden zonder om te vallen. Dat is een groot verschil met Elia, die de voorbije 30 jaar dat als een kerndeel van hun operaties heeft ontwikkeld en daar de tijd voor genomen heeft en ook veel boterham en tijd heeft ingestoken om dat tot het niveau te brengen waar ze nu staan. Voor ons is dat iets nieuw. En wat zijn de 5 grote stappen die we daarin zullen moeten doen? Dat is ten eerste weten of voorspellen waar zullen de problemen ontstaan. En dan kijken of ons huidige net daar een oplossing kan bieden. Want ook onze huidige netten bevatten al bepaalde regelknoppen om aan te draaien. Nu in veel gevallen, de energietransitie komt, zal het toch niet volstaan. En zullen we kijken, moeten we hier investeren? En telkens moeten investeren, zou het kunnen dat we daar ook tijdelijk het iets langer kunnen uitzingen met die flexibiliteit. En hoeveel flexibiliteit hebben wij dan nodig? Dat is een oefening die we moeten leren maken. En vervolgens moeten wij ook wel kijken om dat lokaal net, en dat is een heel groot verschil met wat Matthias bracht. Bij ons zal een probleem ergens een bepaald stukje van het net raken. En we gaan die oplossing ook onderliggend aan dat stukje van het net moeten vinden. Dus een hoeveelheid flexibiliteit, bijvoorbeeld een elektrische wagen aan het oosten van Gent, zal waarschijnlijk niet een probleem aan het westen van Gent kunnen oplossen. Voor Elia is dat anders. Hun regio, hun werkingsgebied is heel Vlaanderen. Dus de vraag is dan, stel dat wij flexibiliteit willen benutten, hoe gaan we die vinden? Gaan we iedereen in de straat een briefje sturen? Meneer, heeft u goesting om volgende vrijdag tussen 18:00 en 19:00 s'avonds uw auto bij te rijden? Zo zal het niet lukken. We gaan daar een veel adequater systeem voor moeten opzetten. En ook dat is een grote uitdaging. En gelukkig kunnen we daar samenwerken met andere partijen zoals Elia, die daar ook een stuk de weg plaveien. En tot slot moeten wij ook leren om die flexibiliteit in te zetten. Hoe krijgen we onze vraag, dat signaal, tot bij die burger, tot bij die wagen, tot bij die warmtepomp, tot bij die WKK, dat koelhuis, die batterij enzovoort. Een vraag die Chris mij in de voorbereiding stelde is, Hannes, dat wordt dus een nieuw tool. Zou het dan ook zo kunnen zijn dat voor de gemeente die overweegt een bepaald stuurbaar apparaat te gaan in huis nemen, dat er straks een extra laagje op dat verdienmodel kan worden gelegd, bovenop alle andere redenen waarom dat apparaat wordt in huis gehaald? Met andere woorden, zal daar veel geld in omgaan? Zal de DSO veel geld op tafel leggen om te betalen voor flexibiliteit? Nu, voor ons, we hebben nog minder ervaring, dat is geen makkelijke oefening, maar ik wil het daar toch eventjes over hebben. Vanuit het perspectief van onze missie, en dat is de samenleving duurzaam verbinden met onze netwerken. En duurzaam, mag duidelijk zijn, is ook liefst niet te duur op vandaag. Dus als wij dat geld binnenkrijgen van u en ik, van iedereen, om ons werkbudget voor het jaar te bepalen, dan is de oefening in feite, gaan we daarmee een kabel leggen of gaan we daarmee flexibiliteit vergoeden? Mag duidelijk zijn, als de oplossing om het iets langer uit te zingen met het net door flexibiliteit te betalen 5 keer duurder blijkt dan het leggen van die kabel, ja, dan gaan we natuurlijk kiezen voor het leggen van die kabel. Dat lijkt ons evident. Met andere woorden, de hoeveelheid geld die we gaan kunnen opzij zetten zal in verhouding staan tot de grootte van iedere investering die wij al dan niet moeten doen. Dus dan is de volgende vraag,
Hoe groot zijn die investeringen? Wat bereik je door bijvoorbeeld in plaats van nu een net te verzwaren, dat pas binnen 5 jaar te doen? Nu, die vraag is een vraag voor bankiers, financiers, maar ik veronderstel ook voor een aantal mensen in de gemeente die dezelfde uitdaging elke maand tegenkomen. Bijvoorbeeld, moeten wij nu beginnen aan de sociale woningbouw of kunnen we nog een beetje wachten? En hoeveel levert dat op aan de stadskas, dat wachten? Meestal is dat financieringstechnisch maar een klein percentage van de te maken investering. Als die investering groot is, is het absolute bedrag van dat klein percentage de moeite waard. Als die investering beperkt is, is dat ook een klein bedrag. Als je dan weet dat bij Fluvius een gemiddeld dossier al snel een heel stuk voor een middelgroot tot groot dossier een heel stuk onder de 500.000 euro valt. En als je weet dat een gemiddelde laagspanningskabel eerder een grote orde 25.000 euro valt, en dan zijn een aantal procenten daarvan eigenlijk maar een aantal honderden of duizenden euro's per dossier. Dus daar baseer ik mij op om voorlopig de inschatting te maken dat de grote orde van die markt, zeker de eerstkomende 5 tot 10 jaar, niet bijzonder groot zal zijn. Net omdat we ook heel veel wel die kabel gaan moeten leggen. De periode daarna komen er misschien wel meer mogelijkheden. Dat is nog iets te lang termijn om daar nu op in te gaan. Ik ga de rest eventjes terzijde laten om niet over de tijd te gaan die ik heb gekregen. Ondertussen zijn we natuurlijk een aantal dingen aan het doen die kaderen in het bredere verhaal waarbij de Fluvius flexibiliteit maar als één van zijn vele middelen wil gaan inzetten. En één daarvan is, je moet eerst meten om te weten wat je aan het doen bent. Dus de digitale meter die wordt op dit moment uitgerold. We werken ook actief aan manieren om de burger alvast te beginnen sensibiliseren. En we gaan ons allemaal bewust moeten worden van wat dat betekent, veel elektriciteit gebruiken. Voor een zweet bijvoorbeeld, is het concept van de dagpiek iets heel vertrouwds. Voor de Vlaming is dat science fiction. Dus die denkwijze zullen we er toch ook een beetje proberen in te krijgen. En dan zijn er een aantal zaken die ik vandaag zelfs nog minder vermeld heb. Ook wij helpen eigenlijk vandaag EDIA al door al die data uit die meters te gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat de vergoedingsmodellen en de markten die EDIA daarin heeft ook vlot kunnen draaien en ondersteund kunnen worden. Concreet wat betreft flexibiliteit staan wij aan het begin van onze route. We hebben onlangs zo een marktbevraging gedaan om te kijken of we onder meer voor het beheer van reactief vermogen op het net, is dat eigenlijk ook EDIA aanbelangt, om daar te gaan samenwerken met een aantal partners en te gaan kijken of we samen 3 meter op die fiets kunnen rijden. Dan komen we nog bij een laatste slide. Wat kunnen jullie dus doen? Afgaand op het verhaal dat ik zojuist gebracht heb, is het misschien al duidelijk dat er niet zomaar volgend jaar een mega actie op vlak van flexibiliteit vanuit de gemeente te behoeven van het distributienet te rapen valt. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een aantal zeer belangrijke dingen wel kunnen. En ik denk dat eigenlijk de volgende sprekers het daarover zullen hebben. Er zijn een aantal manieren waarop je flexibiliteit kan benutten die heel belangrijk en heel zinvol zijn en die ook een zeer positief effect hebben op het lokale net. Dus zorg eerst dat je weet hoe het zit met je energiebeheer en je energiebalans. Eventueel kan je daarvoor beroep doen op de Fluviusdiensten voor de lokale besturen die ook een energiemotor enzovoort aanbieden. En dan is een eerste basis, een basisuitgangspunt altijd energie die je niet verbruikt, dat is de beste. En als je dan energie verbruikt, hou ze zo lokaal mogelijk. Grosso modo kan je zeggen hoe verder de energie moet reizen, hoe duurder de kost of hoe groter het aantal knooppunten waar ze door moet vloeien. En in elk van die knooppunten kan de autostrade verstoppen. Vervolgens is het zo dat jullie allemaal ook een lange termijn planning gaan maken. En misschien zien jullie daar grote infrastructuurwerken, laadpaalparkings, decentrale producties komen. Het is van belang om die goed te spreiden, zowel geografisch als erover nadenken als je een grote parking voor burgers opzet. Ja, denk eens na over de load balancing of het spreiden van het laadgedrag op die parking en hoe dat zou kunnen worden georganiseerd. Ja, daar zijn ook een aantal partners voor te vinden in Vlaanderen die u daarbij kunnen helpen. En als laatste, het debat voeren. Voer het met ons mee, geef uw mening en laat ons weten wat u belangrijk vindt, waar uw verwachtingen liggen. Want zoals ik al zei, waar de lat moet liggen en hoe ver de eend zijn kop moet intrekken, dat is niet alleen iets dat Fluvius alleen kan bepalen. Dat zullen we moeten doen door continu in overleg te gaan met al onze stakeholders, waaronder jullie. En daar ga ik mijn verhaal voorlopig bij besluiten. Dan geef ik het woord aan Chris.
Dankjewel, Hannes. En ook om die basisprincipes en de uitdagingen, dus, nu dat we daar allemaal mee vertrouwd zijn voor zowel het hoogspanningsnet als het distributienet, geef ik eigenlijk graag het woord meteen door aan Nathan van der Wouw, want we moeten wat tijd letten. Maar neem gerust de tijd die voorheen is, Nathan, die eigenlijk volop aan het sleutelen is tussen en in gebouwen om eigenlijk zaken op elkaar af te stemmen en eigenlijk ook die verbruiken in balans te brengen met productie. Aan jou het woord, Nathan. Ja, dankjewel, Chris. Kun je mijn presentatie zien? Jazeker. Oké, okay, perfect. Yes, dankjewel. Ja, ik denk dat het was zeer interessant natuurlijk wat we de voorbije twee sprekers hebben gehoord. En het is ook heel kort al even gevallen, ik denk in de presentatie van Matthias, dat we moeten op zoek gaan naar oplossingen voor de uitdagingen die net zijn vermeld. En één daarvan, of één mogelijke optie, is energiedelen. En het is net daar dat we eigenlijk vanuit ons intercommunale DDS, de regio Tender-Durmes-Schelde, met Tendermonde eigenlijk als stad, als kerngebied, om een beetje een idee te geven, dat we eigenlijk zijn gaan kijken van oké, hoe kunnen wij energiedelen binnen onze regio mee gaan faciliteren, mee gaan uitbouwen en het potentieel daarvan gaan bekijken. Zeker in de ruimzin van het woord, maar heel snel zijn we toch tot het besef gekomen dat ook onze lokale besturen daar een essentiële rol in spelen. En het is eigenlijk dat concreet verhaal dat we hier kort gaan proberen toelichten. We zijn momenteel gestart, of we zijn bezig met de lokale besturen die binnen onze werkingsgebied vallen, om met hen die trajecten op te starten. In het verhaal dat ik nu ga vertellen, ga ik heel concreet focussen op een traject dat we in de gemeente Wichelen aan het voeren zijn, waar we eigenlijk het verste staan, om eigenlijk aan te tonen van kijk, als lokaal bestuur kan je die rol nemen om mee in te spelen op die uitdagingen die er naar de toekomst toe gaan komen. Maar daarvoor ga ik beginnen bij het begin. Wat zijn we daar eigenlijk aan het proberen, of wat zijn we aan het doen? We willen energie gaan delen. En energie die willen we gaan delen in eerste instantie tussen de gebouwen die in het gemeentepatrimonium van in dit geval Wichelen zitten. Hoe moeten we dat juist zien? Heel concreet komt erop neer dat we eigenlijk zoveel mogelijk op een lokale schaal energie willen gaan uitwisselen. Energie die op een bepaalde locatie geproduceerd wordt, maar niet op diezelfde locatie kan verbruikt worden, omdat we die toch op een ander gebouw, die veel energie nodig heeft op dat moment, daar die overproductie kunnen gaan gebruiken. Dus eigenlijk maximaal inzetten op interacties tussen deze units of gebouwen. Concreet gaat het hier over een zorgcentrum dat we mee opnemen, de sporthal die we mee opnemen, het administratief centrum, dus eigenlijk effectief het gemeentehuis, laadinfrastructuur en deelmobiliteit, daar komen we straks op terug, maar ook de technische loods daarin. En er zitten ook twee gemeentescholen in met beperkte productie, met kleine installaties, maar ook met beperkte afname. Dat we eigenlijk als doelstelling hebben om zoveel mogelijk die interactie aan te gaan en zo weinig mogelijk het net te belasten en eigenlijk ja, die uitdagingen voor een stukje op lokaal niveau te proberen oplossen. Ik had hier een slide toegevoegd. Waarom moeten we gaan energie delen? Ja, ik denk dat de uitleg van zowel Matthias als Hannes meer dan voldoende is om het eigenlijk aan te tonen. Hè. Maar vanuit onze invalshoek of vanuit onze ambitie is het van oké, het gebruik van lokaal geproduceerde energie, dat willen we verhogen. Dus eigenlijk een no-brainer. We willen er eigenlijk voor zorgen dat al hetgeen dat geproduceerd wordt, eigenlijk zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt en op een geografisch zo klein mogelijke schaal. Op die manier gaan we ook proberen om minder afhankelijk te worden van het grote net, hè, om het zo te noemen. En dat we dus ook naar kostentarieven een iets constantere prijs kunnen krijgen voor de energie die we nodig hebben. Een tweede is zeer belangrijk aspect, ook is die maatschappelijke kost. Dat is wat er net is aangehaald. Dat is vermijden dat door die stijgende elektrificatie, die we nu al sterk ervaren, maar die alleen maar sterk zal stijgen, dat we daar op die manier kunnen op anticiperen door op dat lokaal niveau die effectief te gaan delen. Een derde, ook essentiële pijler, gaat eigenlijk over CO2-emissies. Dus we hebben eigenlijk zeker als lokale bestuur vrijwel iedereen het engagement aangegaan of de ambitie aangegaan om die weg naar klimaatneutraliteit eigenlijk vorm te geven binnen onze lokale bestuur. En dit kan daar zeker een oplossing voor zijn. Enerzijds elke kilowattuur die we binnen ons gemeentepatrimonium eigenlijk gaan verbruiken, die van lokale herkomst is, is ene die we niet moeten afnemen van een mogelijke conventionele bron. Enerzijds. Maar anderzijds gaan we ook gaan kijken naar optimalisaties door te meten. Ik ga daar straks nog iets dieper op ingaan, maar dus ook weer minder energie verbruiken. Dus de beste energie die is degene die we niet verbruiken. En op die manier kunnen we dan ook naar CO2 onze emissies gaan reduceren. Nu, het traject dat we Wichelen zijn gestart, heel concreet, dat hebben we niet alleen gedaan. Dat kunnen we ook niet alleen.
En we zijn daar bewust op zoek gegaan naar partners. Dat is iets dat we ook zeker kunnen aanbevelen. Aan de linkerkolom zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar twee privatieve partners, om toch het ondernemersveld ook mee te krijgen in dat verhaal. Want enkel als lokaal bestuur geraken we er ook niet. Dus enerzijds op zoek gegaan naar een partner die de technologische oplossingen voor ons vraagstuk zou kunnen bieden, die ons zou kunnen helpen bij de technische aspecten rond monitoring, maar ook hoe kunnen we dat omzetten tot een bepaald platform, wat ook effectief werkend is. Dus als Energetics, als partner. Anderzijds zijn we ook actief met Lovitas beginnen samenwerken. Dat is een bedrijventerreinvereniging. Het zijn bedrijven die zichzelf hebben samengesmeten om te zeggen van kijk, wij willen rond energie iets doen op ons bedrijventerrein, maar we willen dat samen doen, want dat is veel efficiënter, puur financieel, maar ook gewoon naar collectieve oplossingen zoeken. Dus hun traject, hun ervaringen nemen we sterk mee. En dan nog de POM en VVSG om het plaatje rond te maken. Maar dan kom ik even terug bij jullie. Waarom focussen wij op lokale besturen? Het is een start. Hè. Dus het is zeker geen ambitie om dat enkel op lokale besturen te houden, maar het is een start. En wij vinden, zeker vanuit ons intercommunale en ook met de lokale besturen in onze regio, dat wij als lokaal bestuur daar een pioniersrol in bijna moeten en zeker kunnen in opnemen. We zitten vaak in een unieke locatie. Er is relatief veel gemeentepatrimonium. Het winstoogmerk staat niet per se op één. Dus wij kunnen systemen gaan testen, wij kunnen systemen gaan faciliteren om op termijn een soort van katalysator te zijn om dat verder dat netwerk te gaan uitbreiden. Dus eigenlijk moet het onze ambitie zijn om die een opstart te zijn voor die connectie met die andere stakeholders. Nu, een lokale hernieuwbare energiegemeenschap waarover we spreken, dat is eigenlijk de bedoeling om zowel gebouwen uit de gemeentepatrimonium, maar ook particulieren, dus gewoon de inwoners van de gemeente daarin te trekken, maar KMO's, winkels, gebouwen van verenigingen, om eigenlijk die clusters te maken om zo divers mogelijke profielen te schetsen en die interactie aan te gaan. Ik ga dat proberen illustreren aan de hand van deze graphic. Je kan eigenlijk zien, de binnenste oranje contour, dat is eigenlijk de gemeente Wichelen. En daar kun je zien, dus de verschillende gebouwen en entiteiten die we eigenlijk hebben gebruikt om op te nemen in ons traject. En daar zie je eigenlijk van, oké, die liggen redelijk verspreid. Dus je kan nog niet echt spreken over een extreem lokaal verankerde energiegemeenschap, maar dat is wat we bedoelen met die start. Het is eigenlijk de bedoeling dat elke blauwe vlek die we nu zien, die nu een deel uitmaakt van de grote energiegemeenschap, op zich een start kan zijn en een facilitator kan zijn om op dat lokaal niveau die andere stakeholders daarin te betrekken, om die interactie aan te gaan en dat energie te gaan delen op zeer lokale schaal. En dus minder afstand te moeten afleggen op het net. En dus daardoor die voordelen te gaan genereren. Hoe zijn we dat concreet aan het doen bij die gebouwen? Hannes heeft er net ook al aangehaald, meten is weten. Daarnet hebben we gezegd, dus oké, we willen energie die op bepaalde locaties over is, en die eigenlijk zou geïnjecteerd worden op net en verdwijnt op het grote net, die willen we eigenlijk gaan bijhouden en die willen we op datzelfde moment eigenlijk gaan verbruiken op een locatie waar dat er geen productie is of te weinig productie is voor het verbruik op dat moment. Nu, ja, om te weten welke interactie dat we kunnen aangaan, moeten we natuurlijk weten waar dat die overschotten zijn en waar dat die noden zijn. Wij gaan daar momenteel heel ver in, dus we gaan daar echt voor om op secondeniveau te weten van op welke locatie wordt wat verbruikt of geproduceerd. En dan kan je eigenlijk, en dan proberen we dat dus te capteren, die data, en dat proberen we dan om te zetten naar een soort van grafische weergave, om daar eigenlijk een stukje analyses op te doen. En dus hier links onderaan zie je eigenlijk het verbruiksprofiel van de technische loods waar zonnepanelen op liggen, vandaar ook het negatieve verbruik dat je hier ook ziet. En daar kunnen we dan, door die verschillende profielen samen te gooien, gaan kijken van welke interacties er mogelijk. Dat is het ene voordeel. Anderzijds proberen we daar ook, om daar op individueel niveau een voordeel uit te halen, omdat we eigenlijk kunnen gaan kijken van, zitten daar bepaalde sluimerverbruiken? Zitten daar bepaalde onlogische verbruiken in? En hoe kunnen we daar dan effectief mee omgaan? Je gaat hier ook de oranje lijn zien, de oranje-bruine lijn zien. Dat is work in progress ook, maar daar zit eigenlijk ook een soort AI-systemen om eigenlijk te gaan voorspellen van specifiek voor dat gebouw welke verbruik gelinkt aan de mogelijke productie met verwachte zonne-energie is er om die uitwisseling tussen die gebouwen ook veel te gaan voorspellen eigenlijk. Nu, hoe zijn we daarmee gestart? Welke uitdaging hadden we? In eerste instantie moesten we eigenlijk gewoon weten, en dat klinkt misschien banaal, maar we moesten gewoon weten, er zijn heel wat gebouwen binnen het gemeentepatrimonium, maar hoe kunnen we nu weten welke teller of welke EAN-nummer hoort er bij welk gebouw? We dachten van, ja oké, dat gaat gemakkelijk zijn, we vragen dat op bij de gemeente en we krijgen daar eens gewoon overzicht van. Maar niets is minder waar en zeker geen verwijt, want het is ook gewoon niet eenvoudig om dat te weten te komen. Dus de eerste start waar wij zijn begonnen is van, oké, we willen een duidelijk, heel accuraat beeld van welk gebouw hoort er bij welke teller en welk EAN-nummer is eraan gekoppeld. Dus dat we gewoon dat overzicht al heel basic hebben.
En dan de volgende stap eigenlijk, dat we die tellers willen gaan digitaliseren en automatiseren. Wat bedoelen we daarmee? Enerzijds heel hard focussen op digitale meters, zoals Hannes ook had aangehaald, voor de kleine verbruiken, maar voor de grote verbruiken, die interactie aangaan met Fluvius om te kijken van oké, kunnen jullie ons ondersteunen om die energiedata vanuit die tellers in ons platform te krijgen en die interactie en die datacaptatie eigenlijk zo te gaan voorzien. Ook bij analoge meters en zo van. We zijn er nu momenteel een draaiboek aan het maken om te kijken van kijk, voor dat type meter kan je best die en die en die stappen of die en die partijen betrekken om daar tot een zo efficiënt mogelijke, in functie van tijd en zowel als kostprijs, structuur te krijgen om dat eigenlijk te gaan automatiseren en te gaan digitaliseren. De volgende stap die we daar aan zetten, dus waarom dat we ook die monitoring heel accuraat willen doen, is dat we heel hard willen inzetten op die simulatiemogelijkheden. We hebben heel wat gebouwen, dus eerst gaan we ook gaan kijken dus op individueel niveau. En ik heb hier een voorbeeldje van een bedrijfsgebouw van ons eigen patrimonium, van ons intercommunale, om eigenlijk eens te kijken van oké, stel, we hebben een bepaald gedetailleerd verbruiksprofiel. We moeten gaan kijken naar gelijktijdigheid. De terugdraaiende teller is niet meer, dus we moeten echt zoveel mogelijk gaan verbruiken wanneer dat het ook geproduceerd wordt. En dan willen we zien van, stel dat we x aantal kilowatt piek op ons gebouw gaan leggen, welke meerwaarde is daarin louter naar ons energieprofiel. Dus dat is dat verhaal dat we hier zien. We beginnen met een 400 megawattuur. We gaan eindigen met een zelfverbruik van 133 megawattuur. Oké, maar wat is daar dan effectief de impact van? Vanuit dat verbruik, dat is die gelijktijdigheid, op basis van de voorspellingen, proberen we een financieel kostenplaatje te maken. Kunnen we zeggen van oké, op basis van de huidige structuur of naar facturatie toe of energieleverancier, dat is onze afnameprijs, dat is onze injectieprijs. Gaan we gaan kijken, oké, wat is onze potentiële return on investment, om eigenlijk zo een heel accuraat business case te maken voor ons lokale besturen, waarmee dat zij dan, of de ambtenaar dan, naar het politiek kunnen stappen en zeggen van kijk, dit is het economisch plaatje dat erop ligt op individueel niveau. En dan nog eens de link maken natuurlijk met de CO2-emissies voor de weg naar CO2-neutraliteit. Maar we merken gewoon dat dat financiële aspect niet te verwaarlozen is, zeker om die koppeling of die schakeling daar te krijgen. Nu, wat willen we daar? Een volgende stap, wat we ook doen, is louter het individuele niveau. We gaan ook gaan kijken op collectief niveau. Dus die 6 installaties die we daarnet hebben aangehaald, die gaan we allemaal samengooien. Maar het origineel profiel zal dan het verbruik zijn van die 6 installaties. En dan gaan we gaan kijken, stel dat we binnen ons energiegemeenschap een PV-installatie gaan toevoegen, een batterijopslag gaan toevoegen. Wat is de impact van die extra investering op ons systeem binnen onze energiegemeenschap? Welke impact heeft dat op ons individuele energieprofielen? En hoe kan die investering dan eigenlijk meer verantwoord worden, economisch rendabeler worden, en dus met een kleinere terugverdientijd en een betere business case opleveren? Maar daar ga ik misschien nu niet verder in detail op gaan, want er is nog iets heel belangrijk dat ik daar ook wil in meenemen. En dat is inderdaad die laadinfrastructuur. Het is al aangehaald als essentiële schakel in het verhaal. Hè. Dus we hebben daarnet gezegd van, wij zoeken naar een afname wanneer dat er ergens te veel productie is. Maar er gaan ook, wanneer dat we naar maximalisatie gaan van onze daken van PV, gaan we ook zien dat er nog altijd productieoverschot gaat zijn en geen afname. Ik denk maar aan vakantie, ik denk maar aan feestdagen. En dan kijken wij heel hard naar onze laadinfrastructuur, maar meer specifiek naar onze stuurbare laadinfrastructuur. Concreet in Wichelen, wat zijn we daar aan het doen? Dus we hebben daar nu een stuurbare laadpaal gezet. Heel basic, maar wat we eigenlijk gaan doen is, oké, we gaan die paal enkel voeden met hernieuwbare energie, of zoveel mogelijk toch. Dus we gaan eigenlijk kijken van, oké, het vermogen gaat afhankelijk zijn van de beschikbare hoeveelheid hernieuwbare energie die daar aanwezig is. We willen daar zelf nog een stap verder gaan, of we gaan daar nu een stap verder. We hebben daar ook een deelwagen aan gekoppeld. Dus we hebben een deelsysteem gekoppeld aan de energiegemeenschap, aan een slimme laadpaal en dan effectief onze deelwagen. Nu, een heel simpel economisch model. Lokaal bestuur betaalt aan een dienstverlener om deelmobiliteit te voorzien binnen zijn grondgebied. Oké, de dienstverlener die betaalt iedereen aan wie dat er die in auto wordt geladen. Dus stel dat die een deelwagen wordt geladen aan de laadpaal van de gemeente, dan betaalt een dienstverlener van deelwagens aan de gemeente om die wagen te laden. Op die manier streven we in Wichelen, en dan zijn we nu eigenlijk aan het testen hoe ver dat we geraken, streven we naar een verhaal dat eigenlijk de deelmobiliteit, dus de fee die de gemeente moet betalen om de deelwagen daar te zetten, dat die eigenlijk wordt terugverdiend door het gebruik van de hernieuwbare energie. De hernieuwbare energie die voorzien wordt door de gemeente is sowieso goedkoper als de energie die ze moeten afnemen. En daar proberen we dan een stukje een economisch model van te maken om te zien wat daar mogelijk is. En zo dus ook deelmobiliteit als business case beter te gaan verantwoorden. Dus stuurbare laadinfrastructuur echt als essentiële schakel. Nu, ik hoor jullie zeggen van oké, dat klinkt allemaal mooi, maar hoe kunnen wij dat nu doen?
Het is heel simpel wat jullie kunnen doen als jullie zeggen van kijk, we willen daar ook mee in investeren en we willen mee ook die stap zetten als voorbeeldfunctie. Begint er gewoon mee van, oké, we hebben ons gemeentepatrimonium, we hebben daar een duidelijk overzicht van. Je kan gaan kijken naar het energiezorgplan, hè, dan kan je bij Fluvius aankloppen. Dat is heel duidelijk, oké, wat zijn significante verbruikers? En dan kan je gaan kijken welke IAN-nummer hoort daarbij. Welk type meter is eraan gekoppeld? Dan kan je in principe het draaiboek dat wij willen delen gebruiken van oké, dat type meter, dat weten we, oké, dat is verantwoordelijk voor die gebouwen, afname of injectie. Dan kan je daar omzetten naar die monitoring. Werken met digitale meters, waar mogelijk, om zo eigenlijk al stappen te zetten richting die automatisatie en die monitoring. Nu, wanneer starten wij? In Wichelen dan bijvoorbeeld concreet, en daarom dat jullie eigenlijk, of dat ik toch wil meegeven van, wacht er zeker niet mee. Wij starten op 1 juli 2022, dus wij zijn er klaar voor met ons systeem. Het wetgevend kader laat het ook toe om op 1 juli te starten met een peer-to-peer uitwisseling. Dat is nog niet het energiedelen zoals dat wij het momenteel zien, maar dat wil wel zeggen dat we tussen twee partijen een uitwisseling kunnen organiseren, wat dat meestal al voldoende is. In het geval van Wichelen, onze technische loods, de gemeentelijke loods, heeft toch wel wat overproductie, en ons woonzorgcentrum heeft veel te weinig, heeft nog geen PV-installatie liggen. Dus oké, daar hebben we eigenlijk al, zien we eigenlijk al dat we daar 100% die interactie kunnen aangaan. En alles dat overproductie is van de gemeentelijke loods, plus met wat extra sturing om nog meer overproductie te krijgen, dat we daar eigenlijk kunnen sturen naar het woonzorgcentrum. Een andere voorwaarde was dezelfde energieleverancier als lokaal bestuur. Bij ons toch zitten ze veelal bij het VEB. En dat is dezelfde energieleverancier. Dus dat, die kat is ook geheseld. Dus ik zou zeggen, wacht zeker niet. Het kan. Zeer snel de start met die overzicht krijgen van die meters en dat traject gewoon aangaan om daar zicht op te krijgen en die mogelijkheid van interactie aan te gaan. Dankjewel Nathan. We onthouden dat er een draaiboek aankomt met alle leercurves, do's en don'ts, hè, waarmee dat wij samen ook met de andere lokale besturen ons kunnen klaarstormen voor inderdaad het energiedelen en hoe dat je dan inderdaad die zaken op elkaar kan afstemmen. Over naar Genk, Chris Lemkens, die zal toelichten hoe eigenlijk toch een aantal ook snelle oplossingen bestaan voor eigenlijk vele gezinnen met een hoog elektrisch verbruik en hoe dat slimmer en flexibeler kan worden ingezet. Chris, aan jou het woord en het beeld. Je staat nog op mute, Chris. Nog eventjes microfoon. Ja. Oké. Horen jullie mij nu? Oké, dat is. Jazeker. En dan zien jullie waarschijnlijk nu ook de presentatie terug. Ja. Oké, top. Ik ben Chris Lemkes. Ik werk bij Stad Genk. En ik ben blij eigenlijk dat ik na Matthias en Hannes. En ook naar Nathan mag spreken, want wij hebben vanuit Stad Genk een proefproject gedaan in 2018. In dat proefproject hebben we eigenlijk een oplossing onderzocht die een deel van het antwoord kan bieden op de vraagstukken van Matthias en Hannes en complementair kan zijn aan de oplossing die Nathan heeft voorgesteld. Het proefproject dat wij in 2018 hebben gedaan onder de subsidievlag van Vlaio was gedoopt Berenslim. En dat staat eigenlijk voor boilers en ruimteverwarmers elektrisch slim sturen. Dat hebben we samen met Stad Hasselt gedaan, Stebo gedaan en Dubo Limburg. Samen met een onderzoekspartij, dat was Energyville, en dan een technologieleverancier gezocht in het veld. En dat was dan Thermovolt. Nu, waarom hebben wij dat proefproject gedaan? Dat was omdat wij zagen dat vraag en aanbod, zoals eerder vandaag ook al verteld, moeilijker en moeilijker op elkaar te matchen valt door zon, door wind, batterijen die erbij komen enzovoort enzovoort. We zagen dat de energieprijzen, nu nog altijd actueel, brandend actueel, dat die blijven stijgen en dat die soms heel moeilijk te betalen worden voor vele gezinnen. En die gezinnen zijn natuurlijk onze stadsklanten en daar moeten wij iets voor doen. En we zien ook dat wij moeten werken aan gebouwen renoveren, meer en meer richting energie-neutraliteit. Nu, waar wordt dat moeilijk of waar komen die vraagstukken allemaal samen en welke doelgroepen zijn dan vooral ook moeilijk om te benaderen, zeker in het verleden? Dat zijn de doelgroepen die aangesloten zijn met die exclusief nachtmeter onder andere. En in Genk hebben we meer dan 5000 van dergelijke aansluitingen, meer dan 2000 aansluitingen met een verbruik op die exclusief nachtmeter van meer dan 5 megawattuur. We hebben in Hasselt gezien dat er meer dan 1300 exclusief nachtmeters aanwezig zijn met gebouwen of in gebouwen die meer dan 37 jaar oud zijn. Dus typisch spreken we dan over gezinnen die in een huur of in een mede-eigenaarschap zitten
of, en dat is meestal ook het geval, die financieel gewoon niet krachtig genoeg zijn om doorgedreven te gaan renoveren. En daar moeten wij, of daar wouden wij een oplossing voor zoeken. En we denken wel dat we die gevonden hebben. Nu, eerst misschien even terug op die exclusief nachtmeters. Waarvoor dienen die? Dat is vandaag eigenlijk ook al gezegd. Die dienen typisch voor twee typen van toestellen aan te sturen. En de eerste zit je bovenaan, dat is de elektrische boiler om warm water te maken. En de tweede is van onder de elektrische accumulatieverwarming om de ruimte mee te verwarmen. Nu, die toestellen, als die zijn aangesloten op die exclusief nachtmeter, er komt een puls binnen vanuit het net om 22 uur 's avonds, dus om 10 uur 's avonds. En die toestellen die beginnen op te laden. Nu, het kan goed zijn dat die kachel die je hebt ingesteld om een bepaalde temperatuur in je ruimte te voorzien, dat die om 10 uur begint op te laden en dat die zijn laadtoestand, zijn ideale laadtoestand heeft bereikt om 2 uur 's nachts. Maar de warmtepas moet afgeven om 6 uur 's ochtends om de ruimte warm te krijgen. Dat wil dus zeggen dat die eigenlijk 4 uur stilstaat en gelijk in de economie stilstaan is verliezen of achteruitgaan. Dus in het geval van boilers en accumulatieverwarmingen is dat niet minder waar. Als die stilstaan, dan verliezen die warmte. Stilletjes aan, maar die verliezen wel warmte. En dat zijn verliezen die de eindgebruiker natuurlijk in euro's betaalt. En daar willen wij, of daar wouden wij iets aan doen. En wij zijn op zoek gegaan naar een leverancier die een IoT-platform kon leveren om die boilers en die verwarmingsapparatuur om die slim aan te sturen en tegelijkertijd de gezinnen ook een inzicht te geven in wat dat ze verbruiken, hoe dat ze verbruiken en wat dat ze kunnen besparen, want daar gaat het uiteindelijk ook om. En we zijn gekomen tot een project ingediend bij Vlaio en gesubsidieerd door Vlaio, waar we zijn begonnen met een systeem- en marktonderzoek uit te voeren. Het systeemonderzoek dat gaat dan over hoe moeten die apparaten met elkaar praten, hoe moeten die apparaten met het net praten, want die willen ook net ondersteunende diensten leveren. En marktonderzoek, wat is er op dit moment eigenlijk al in de markt van flexibele apparatuur die ook besparingen kan leveren voor elektrische boilers en accumulatieverwarmingen. Een tweede deel van het project was een doelgroepwerving, want wij willen natuurlijk die sturingen gaan testen bij mensen thuis. We gaan die niet zomaar in onze eigen gebouwen in een soort van virtuele omgeving laten draaien. We hebben die effectief bij mensen thuis getest. We hebben die mensen in een field trial meegegoten, dus die 27 gezinnen waren het. Die hebben een installatie ontvangen, die hebben boilers en kachels laten sturen gedurende 3 maanden tijd. We hebben die mensen ook meegenomen in een co-creatietraject, want als de test succesvol was, dan wouden wij daar ook mee verder gaan, wouden wij een bestek uitwerken en wouden wij dat ook breder uitrollen dan enkel maar het proefproject. Dus we hebben die meegepakt in een co-creatietraject om de ervaringen van die field trial te kunnen capteren en eventueel extra noden en extra aandachtspunten mee te pakken. En dan zijn we eigenlijk heel snel van start kunnen gaan. Nu, als we kijken naar de resultaten van die field trial, en dat is toch wel belangrijk, bij 18 Genkse en 7 Hasseltse gezinnen, waar dat wij bewust gezocht hebben naar verschillende typen van woningen, dus het zijn niet allemaal appartementen, het zijn niet allemaal losstaande woningen, het is een gezonde mix, dan zien we dat wij op die 3 maanden tijd gemiddeld €53 op verwarmingskost hebben kunnen besparen bij die gezinnen. We hebben op verwarmingskost 15% tot 19% gemiddeld bespaard. En de grootste besparing, en dat was bij een dame die toen die de resultaten zag, die is beginnen wenen van geluk. Die heeft €155 bespaard op 3 maanden tijd. Als je dat op jaarbasis doorrekent, dat geeft dan in Vlaanderen een potentieel van €6 miljoen aan besparing op jaarbasis. Bij Vlaamse gezinnen rechtstreeks thuis. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat als we deze prijs van €6 miljoen is gerekend aan het tarief van 2018. Als we dat nu gaan projecteren naar 2022 of 2023 of de toekomst, en dan gaan we veel hoger uitkomen natuurlijk. Dus het potentieel is wel heel groot. Als we gaan kijken naar wat dat er uit de bevraging komt, want we hebben die mensen meegetrokken om de ervaringen te capteren en ook specifiek om te kijken, als die oplossing nu in de markt gezet wordt, of als die oplossing bij jullie geïnstalleerd kan worden, welke partij is dan de meest interessante partij, of de meest betrouwbare partij,
om die oplossing van te kunnen afnemen. Of degene die het meest betrouwbaar is om die oplossing aan te bieden. En dan was het voor hun niet de leverancier, niet de technologieleverancier, ook niet de energieleverancier, zelfs niet de netbeheerder Fluvius. Maar dan was het toch gebleken dat lokale besturen meer vertrouwd werden om dergelijke diensten te kunnen leveren. Dus vandaar ook dat wij hebben gekozen om een bestek in de markt te zetten. Dat we dan ook rechtstreeks gekozen hebben om dat bestek niet puur voor Genk en Hasselt in de markt te zetten. Maar we hebben echt gekozen voor een aankoopcentrale op te starten die openstaat voor alle lokale Vlaamse besturen in Vlaanderen. Dus dat wil zeggen dat elk bestuur... het type oplossing dat wij in de markt hebben gezet, dat zij dat kunnen afnemen en kunnen aanbieden aan eender welke doelgroep dat zij voor ogen hebben. In Genk zijn dat in eerste instantie de meest kwetsbare gezinnen, maar dat valt bij elk bestuur natuurlijk zelf te kiezen. Wat is er uit dat bestek gekomen of wat hebben wij als oplossing aan te bieden? Sturingsmodules voor besparingen op elektrische boilers en sturingsmodules voor elektrische accumulatieverwarming. De kostprijs per sturing voor een boiler en een accumulatieverwarming is €180 exclusief BTW. Die is, ja, wat mij betreft, ik vind die zeer laag voor, gezien wat dat de gemiddelde besparing is. We hebben ook expliciet gevraagd aan de leverancier om een terugverdientijd van 4 jaar te kunnen garanderen. En we zien dat ook terug in de prijs. En bovendien, en dat is wel zeer interessant, Fluvius biedt op dit moment nog premies aan. Tot en met eind 2023 op dit moment. Dus die sturingen kunnen voor 50% worden terugbetaald door Fluvius. Wat dat de kost natuurlijk gaat drukken, die terugverdientijd nog gaat verlagen. En het nog interessanter maakt voor die eindgebruikers of de besturen, afhankelijk van welk businessmodel dat jullie wensen te implementeren. Er staat nog een extra optie bij en dat is de optie peakshaving en zelfconsumptie. En we hebben net eigenlijk ook de zeer interessante verhalen gehoord van de vorige sprekers, dat het balanceren van het net ook belangrijker en belangrijker wordt. En die peakshaving en zelfconsumptie, we hadden dat meegenomen als optie, maar onze leverancier die heeft ingeschreven en de tender heeft gewonnen. Die heeft het ook effectief aangeboden. Dus wij kunnen peakshaving en zelfconsumptie modules mee aanbieden tegen een prijs van €150 exclusief BTW. Wat natuurlijk interessant wordt, want als het capaciteitstarief wordt geïmplementeerd, dan wordt gelijktijdig verbruik veel duurder dan het verbruik te spreiden in tijd. Waardoor dat er bovenop die energiebesparing ook nog een besparing in uw capaciteitstarief kan doorgevoerd worden als die module wordt aangekocht. Ik heb een virtuele case doorgerekend waarbij dat op 6 maanden tijd wel een besparing van €210 realistisch haalbaar is bij gezinnen met elektrische verwarming en elektrische boilers. Dus ja, als dat bovenop die €100 op jaarbasis van verwarmingskosten bespaard wordt, dan is die oplossing in no time eigenlijk terugverdiend en wordt dat zeer interessant. En kan elk gezin eigenlijk ook wel een spaarpotje beginnen aan te leggen om renovaties of andere maatregelen te treffen natuurlijk. Consumptie, identiek, zeer interessant voor mensen die een PV-installatie hebben en een elektrische boiler hebben of een elektrische accumulatieverwarming hebben. Ja, die piek overdag van opwekking, die valt niet samen met uw nachtverbruik, wat evident is. En de goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt, maar in dit verhaal de energie die je zelf opwekt. Dus als we ervoor kunnen zorgen dat die boiler en die accumulatieverwarming voor een stuk al kunnen opladen met de energie die je zelf opwekt, dan is dat een extra win nogmaals. Ook al heb je dan wat stilstandsverliezen, die gaan makkelijk gecompenseerd worden door de energie te verbruiken die je zelf opwekt. Wat kunnen jullie als lokaal bestuur op dit moment al doen? Wij hebben van Fluvius een potentieel lijst gekregen. Dus dat zijn de aantallen van exclusief nachtaansluitingen per gemeente. Jullie kunnen daarin gaan kijken hoeveel dat er zo zijn in jullie gemeente. Dat is een zeer snelle inschatting van hoeveel elektrische boilers en elektrische accumulatieverwarmingstoestellen dat er nog staan in jullie gemeentes. En hoeveel klanten dat er dus eigenlijk in aanmerking zouden komen voor deze oplossing. Ik zou zeker aanraden om de energiehuizen te contacteren, want wij doen onze potentieelschattingen en onze klantenbenaderingen of onze
benaderingen naar onze eindgebruikers toe, altijd via de energiehuizen, die zijn heel bekend en heel vertrouwd met de energieproblematiek in de steden en gemeenten. Die zijn eigenlijk vaak al bij de mensen thuis geweest, dus die kennen de mensen ook. Spreek met SVK's, spreek met Syndici, want heel veel van die installaties staan bij SVK's. Heel veel van die installaties staan nog in appartementsblokken die beheerd worden door Syndici. Dus ga met die mensen in gesprek. En vooral, en dat wil ik toch wel onderstrepen, ga naar www.genk.be/berislim, want daar gaat je alle informatie vanaf volgende week terugvinden over deze aankoopcentrale. En ik zou zeggen, ja, laten we die 6 miljoen euro per jaar proberen te realiseren. Dankjewel, Chris. Wij onthouden dat er inderdaad dus een aankoopcentrale, dus een bestek is om deze oplossing bij gezinnen te zetten. We kijken ook met veel interesse naar dus de potentiële voor de gemeentelijke gebouwen. Daar staan ook wel grote elektrische verbruikers. Dus, maar dat is voer voor vervolg en mensen kunnen zich inderdaad bij jou of bij ons aanmelden. Je mag stoppen met delen, ik neem het sowieso over. Ja, ziezo. En dan ga ik heel snel, want we zijn een beetje buiten de tijd aan het gaan en we willen graag nog op alle vragen ingaan ook. En zoals aangekondigd ook, een vereenvoudigde case voor dus dat PV maximaliseren, energiedelen renderen door vraagsturing. Ik ga niet op alle zaken in detail ingaan. Het was ook de ambitie om eigenlijk met een eenvoudig verhaal, heel behapbaar, die energiedelen case te kunnen brengen. We zien dat de marktprijzen op dit ogenblik, de energiemarkten, echt wel bokkensprongen vertonen. Dus ik ga daar eventjes beginnen met het eenvoudige verhaal, pre de energiecrisis. Hadden we een gemeentehuis met een verbruik van 100 megawattuur. Daar was een deeltje door zonnestroom, zelfverbruik gedekt. Het stukje dat je nog aankoopt is het saldo, die 840 megawattuur. De marktprijzen waren redelijk stabiel en gekend. En daarvan is een energiecomponent ook, 150 euro per megawattuur. En natuurlijk heeft dat gebouw een digitale meter. Er is een injectie van 40 megawattuur. En die werd op het net gezet voor, nou, laten we zeggen, een zeer beperkt bedrag. Komt energiedelen om de hoek kijken, die eigenlijk de mogelijkheid maakt om die injectie niet gewoon op de markt, op het net te zetten, maar zoals hier vooral door andere mensen die daarmee aan het experimenteren zijn, eigenlijk over te sluizen naar de gebouwen van uw andere patrimonium, andere gebouwen van uwzelfde patrimonium. Dat is die specifieke vorm van energiedelen onder dezelfde titularis. Dat betekent dat al die gebouwen bij de energieleverancier, bij Fluvius, onder dezelfde titularis moeten gekend zijn, namelijk gemeente X. Dan kan je dus voor het energiecomponent uw injectie van het ene gebouw, virtueel natuurlijk, en op hetzelfde moment ook, overbrengen naar de andere gebouwen, bijvoorbeeld het zwembad dat altijd vraag heeft. En dan kan je dus eigenlijk daarmee het energiecomponent van 150 euro uitvlakken. Min het verlies, tussen aanhalingstekens, van de injectie die je niet meer verkoopt op de markt, kom je dus eigenlijk op een voordeel uit, zoals hier rechts toegelicht, van eigenlijk die 150 euro min de kostprijs of de injectieprijs die je daarvoor krijgt, die fluctueert soms wat, maar pakweg 90 euro per megawattuur voordeel op je factuur. Er veranderen natuurlijk niets aan de fysieke stromen. Dat gebouw injecteert nog steeds, maar het is bij de energieleverancier dat die mogelijkheid vanaf juli 2022 zal bestaan, om eigenlijk dat energiedelen te gaan optimaliseren binnen uw eigen patrimonium. Dus, wat we ook sowieso kunnen aanbevelen is, leg uw daken vol, want wat we hier ook mogen onthouden is dat ondertussen die injectieprijzen zijn veranderd en dat de kostprijs van uw PV-installatie natuurlijk nog steeds dezelfde blijft. Het gaat misschien een beetje op en neer gaan in functie van krapte op de markt, maar grosso modo kan je stellen dat elke megawattuur die je zelf produceert, de kostprijs per geproduceerde megawattuur, voor PV tussen de 40 à 60 euro per megawattuur ligt. Dat is vast voor de komende 20, 25 jaar minimum. Dus daar kan je vanuit. Alles wat daarboven ligt, hetzij de injectieprijs, hetzij het verschil tussen je energiecomponent min hetgeen je anders had gekregen, zolang dat dat meer is dan je kostprijs, kan je dat doen zonder enig risico. Moet je zelfs niet rekening houden met zelfconsumptie. Dus dat is het eenvoudige verhaal. Waarvoor we toch pleiten van begin daar alvast mee. Dat is dus een no-brainer. Leg die daken vol daar waar het kan, los van eigenlijk dat zelfgebruik. De financiering van dergelijke zaken is, gezien het feit dat het zichzelf terugbetaalt, ook geen issue. Uw financieel directeur
kan u onmiddellijk zeggen dat de autofinancieringsmarge in de goede richting evolueert en gaat met glimlach die lening toestaan. Zit je dan nog met een stuk zelfconsumptie? Ja, dan ga je natuurlijk nog een groter deel van de aankoopkost vermijden. En dat is nog altijd het interessantste, hè? Daar kom ik zo dadelijk ook op terug. Omdat je dan een veel groter bedrag vermijdt om van net af te nemen to court, hè? Los van die deeloptie die achter de schermen op de factuur gebeurt. Dus dit was het pre-energiecrisisverhaal, zeg maar, het eenvoudige verhaal. Dan zijn we beginnen zoeken, kijken naar verschillende gemeenten. En dan zien we dat er ook verschillende contractvormen natuurlijk zijn. Verschillende contractvormen met ook verschillende injectievergoedingen, die ook bovendien nog eens verschillend kunnen zijn op vlak van dagprijzen. En dan begin ik hier toch wel met een rekenvoorbeeld, waarbij vier gemeentelijke gebouwen het energiedelen onder dezelfde titularis gaan toepassen. En dan, excuses voor zo'n beetje de vele opties naast elkaar, maar ik ga ze één voor één verlopen. Gaan we uit van twee gebouwen die hebben 50 megawattuur injectie op jaarbasis. Dat zijn deze gebouwen met de zonnepaneeltjes. En we hebben nog die andere gemeentelijke gebouwen, twee andere voor de eenvoud, het zwembad en een cultuurhuis. Zonder zonnepanelen en altijd vraag op dat moment. Zodat we zeker zijn dat we die 50 megawattuur, wat dus maar kleine overschotjes zijn van huidige installaties, altijd daarin kunnen terugkrijgen. In de praktijk is het natuurlijk zo dat die allemaal een digitale meter moeten hebben en dat die injectie ook één op één moet worden, in real-time worden afgenomen. Laat ons daar geen verwarring over creëren. In een vast contract, zoals daarnet gesteld, kan je dus eigenlijk die eenvoudige berekening maken, die energiecomponent, die ik anders had betaald in deze gebouwen, die vlak ik uit met het verschil tussen de injectievergoeding die ik had ontvangen, maar hetgeen dat ik hier dus overdraag naar die andere gebouwen. En dat delta, het verschil, is 90 euro per megawattuur. 50 megawattuur te delen, maal 90 euro. De meerwaarde op jaarbasis is 4.500 euro. Mits, nogmaals, die digitale meters, alles volledig simultaan gebruikt. We zien ook al, dit zijn geen miljoenenpotten. Dus de mensen die dachten dat ze hier schatrijk van zouden worden en hiermee de energiefactuur zouden oplossen, sorry voor de onthoogeling, maar er komt nog wel meer bij te kijken ook. Dit is eigenlijk ook nog een redelijk, zeg maar één mogelijke scenario. We hebben gezien dat er vele vormen zijn. De meeste zijn bij het VEB. Je hebt ook vaste variabele contracten met variabele injectievergoeding. En dan wordt het interessant, maar ook complex. En die complexiteit probeer ik hier een beetje aan te tonen door aan te geven dat sommige van de lokale besturen blijken met een vaste energieprijs te zitten, waar dat energiecomponent 150 euro is. Maar die krijgen een variabele injectievergoeding, die op dagprijs of zelfs op uurprijs, zoals in de chat ook werd aangegeven. In sommige momenten ligt die injectievergoeding, die variabel is, zelfs hoger dan de aankoopprijs van het energiecomponent. Wat eigenlijk aantoont dat op dit ogenblik de energiemarkt niet is wat het was en hopelijk wel eens teruggaat naar wat het was. We zitten in een enorm turbulente markt, maar op dat vlak denk ik dat dit een anomalie is die er vrij snel terug gaat uitgezweet worden. Dat was die stressreactie op fors stijgende prijzen, stressreactie op de Oekraïne-crisis enzovoort. We zien dat ook in andere voorbeelden die we erbij hebben gehaald, waarbij dat die injectievergoeding stilaan terug begint te dalen. Piek, dal, daar zien we weer de meer normalere, maar toch nog hoger dan vroeger, waar het echt spotgoedkoop was om je prijs op de markt te slijten. Daar zien we eigenlijk injectievergoedingen die terug richting de 60, 80 euro gaan in dalperiodes en in piekmomenten nog iets hoger liggen. Maar dus die trend is eigenlijk dalende. En op dat vlak denken we dus ook dat voor een project waarbij dat je weet dat de stroom die je produceert altijd goedkoper is dan hetgeen dat je ervoor krijgt, kostprijs dus van jouw stroom, dat je het zeker moet doen. Dus laat dat zeker geen aarzeling inhouden om dus die daken vol met PV te leggen. Of je het nu injecteert, dan zijn er gewoon verschillende mogelijkheden, verschillende meerwaarden die daaraan gelinkt zijn. Namelijk, ofwel zet je het op de markt, bijvoorbeeld met een variabele injectievergoeding, gekoppeld aan een variabel energieleveringscontract. En dan wordt daar weer een ander regeltje op toegepast, waarbij je dus eigenlijk 89% van die kostprijs vergoed krijgt. Hier eventjes toegepast op die marktprijzen vandaag, 200 à 300 euro per megawattuur betaal je. Injecteer je op dat ogenblik in een ander gebouw, dan krijg je daar dus 89% van terug. Zijnde dus het verschil is
de winst, namelijk 22 à 33 euro per megawattuur. Terug gerekend naar die 50, ja, zeker. Mag ik vragen om bijna af te ronden? Ja, zodat we toch 10 minuutjes hebben voor de Q&A. Ja. Dus die meerwaarde smelt weg. Maar dus, laten we dat niet als een louter financieel product bekijken, maar ga uit van zoveel mogelijk PV, en nu ga ik er eventjes snel over, een aantal zaken herkennen jullie. Kijk wat dat met de injectie kan doen. Verkoop je het aan de leverancier aan marktprijzen in een vast contract of een variabel contract? Of gaan we naar deelonderzelfde titularis als de delta terug hersteld wordt? Waarbij dat eigenlijk het voordeel eigenlijk toch wel te analyseren valt in functie van uw profiel en uw contract en ook de marktprijzen. Hoe dat gaat evolueren, we volgen het nauwgezet op, samen met de mensen hier aanwezig en ook met een aantal actoren die een simulator aan het bouwen zijn. Fluvius en VEB werken daaraan mee om eigenlijk dit alles inzichtelijk te maken, om eigenlijk vraag en aanbod, de sturing ook vooral in het achterhoofd te houden. En dit is een checklist, welke stappen kan je nemen? Evalueer altijd welk verbruik flexibel kan ingezet worden. Kijk naar welke gebouwen, zorg dat er digitale meters zijn, bepaal die verdeelsleutels en dan kan je dat ook aanmelden op mijn Fluvius. Dit is hetgeen waar we dus ook de inzichten gaan opvolgen. En ook verder blijven communiceren, zoals andere mensen ook aangeven, met draaiboeken en dergelijke. Ziezo, over naar de vragenlijst. Ziezo, eens kijken wat er in de chat zit. Er zijn er een aantal gekomen. Ik zie 23 vragen, waarbij we zullen beginnen van bij het begin. Elektrische toestellen. Geldt dat inderdaad capaciteit door elektrische toestellen? Want nu wil men accumulatie en voorraadborders weg. Maar het zijn goede toestellen om in te schakelen in zo'n systeem. Ik denk dat spreker Lemkes daar al heeft op beantwoord. De volgende vraag gaat over: als de consumptie de productie volgt, gaan de prijsschommelingen dan ook niet sterk verminderen? Nu is het goedkoop om te verbruiken op een overschotmoment. Maar als iedereen dat gaat doen, dan zwakt het overschot en is de goedkopere prijs toch ook af. Dat denk ik is iets voor Matthias of Hannes. Ja. Misschien Matthias. Ik kan dat alleen maar bevestigen. Hè. Op een gegeven moment gaat inderdaad die prijsschommelingen gaan afzwakken. En dan kan je zeggen, het stop is goal niet meer waard, ik ga niet meer meedoen. Dan gaat die prijs misschien terug sterker gaan schommelen. Op een gegeven moment gaat dat stabiliseren. En de assets die in de markt zijn, die effectief daar nog voordelen uit halen, die zullen blijven reageren. En de andere assets, die zitten dan uit de markt. Dus die redenering klopt wel. Ja, oké. Dus dat is een beetje de vraag. Hè. Niemand heeft een glazen bol, maar de dingen zullen op elkaar reageren. Dat is een beetje het communicerende vatenprincipe. Het capaciteitstarief kijkt niet naar het moment van de piek. Een hoge piek op het moment van energieoverschot is net goed. Ik denk dat dat een vraag was voor Hannes. Of misschien kunnen beiden daarin... Daar zijn inderdaad een aantal wonders mee te maken, maar in essentie is het inderdaad zo, op het moment dat er veel energieoverschot is en je merkt dat op je lokaal gebouw, is het slimste wat je op dat moment kunt doen om dan je elektrische wagen op te laden. En zolang dat inderdaad achter uw teller gebeurt, zal het capaciteitstarief u daar inderdaad niet voor afstraffen, om het zo te zeggen. Maar de realiteit is, zoals het capaciteitstariefontwerp vandaag is het inderdaad zo dat het een zeker dempend effect heeft op het trekken van pieken op bepaalde momenten. En we moeten daar niet over zeveren. Daar is de realiteit dat het ontwerp van zo'n tarief, dat voor alle cases en alle bijzondere situaties die er kunnen zijn, geldig is en in de juiste richting een prikkel geeft. Geen evidenties en voorlopig is dus de nadruk gelegd, vooral denk ik, op het spreiden ten alle tijden. En ja, of er daar een variant van moet komen, die in sommige gevallen pieken die wel gunstig zijn voor het systeem, toch... toelaat, dat is een groot maatschappelijk debat dat moet worden gevoerd, denk ik. Ja. Maar vandaag is de realiteit dat het vooral een spreidende prikkel geeft, denk ik. Ja. Ik wil daar inderdaad nog heel, als ik mag, heel kort bij toevoegen. Inderdaad, ik denk dat onder je piek van je capaciteitstarief, dat daar op bepaalde momenten nog wel flexibiliteit zal zitten. En dat in de toekomst, wanneer dat gaat zijn, kan ik daar geen duiding over geven, maar die principes ook verder zullen evolueren waarschijnlijk, de system operators. We praten daarover om daar te kijken wat is nu de beste oplossing om voor het systeem de beste
technische oplossing, maar ook naar waarde voor de markt en zo te kunnen creëren. Mm-hmm. Ja, daarmee geven jullie ook al een antwoord, denk ik, op die vraag die wat lager staat. Hè, dat we dus twee verschillende aspecten horen. Balanceren enerzijds, congestie anderzijds. En in de praktijk lijkt het kunnen samen optreden. Hoe zien jullie dit samenspel? Ja, ik zou misschien toch nog kort even over, iets over zeggen. Hè. En we kunnen daarvoor eigenlijk heel makkelijk teruggrijpen naar de eend. Hè. Als het 's avonds is en iedereen is aan het consumeren, dan zal de prijs op dat moment typisch hoog zijn. Hè. En een hoge prijs, hè, zeker als die al aanwezig is in de gewone energiemarkten of in vorm van dynamische prijzen, hè, zoals Matthias heeft geschetst, ja, hoe hoger de prijs, hoeveel mensen zich afgeraad zullen voelen om op dat moment nog bijkomend te gaan consumeren. Dus eigenlijk 's avonds zijn als het ware de belangen van het hoogspanningscentraalnet over het algemeen in lijn. Want we willen allebei dat het liefst een beetje minder wordt om het draagbaar te houden. Dan moet er ook minder stroom door onze netten tot bij al die mensen vloeien. Als we dan een keer kijken naar de buik van de eend, het middaguur, daar kan de situatie al een keer anders zijn. Dus wat gebeurt er dan typisch? Heel veel lokale productie wordt geproduceerd. En dan is voor ons alvast de vraag. Stel dat dan het ganse volk zijn auto wil opladen, ja, dan is dat voor ons eigenlijk enkel zinvol als die auto ook dicht genoeg bij het zonnepaneel of bij de bron van die energie staat. Want als er toch nog één of twee transformators moet overvloeien, stel dat er ergens een groot PV-park ligt en iedereen is aan het laden, maar er zitten twee transformators en een aantal feeders verder, dan gaat de pijn wel degelijk gevoeld worden op die lokale feeders. En dat is eigenlijk de grote uitdaging wat betreft de distributienetten, is dat dat lokale aspect soms kan afwijken van wat op landelijk niveau gewenst is ten behoeve van de balans. Ja, de Filesse Halzen en de files op de elektronensnelweg. Oké, bedankt voor deze toelichting. Ik zie hier een vraag dat ik had overgeslagen, maar dus inderdaad, ja, goed, voor de prijs van één goedkope elektrische wagen heb je al 40 voorraadboilers. Ik denk dat we moeten vermijden om dingen op het net te zetten om puur op flexibiliteit te spelen. Hè. Het moet vooral gaan over nuttig verbruik. Elektrische wagen heb je nodig en daarnaast moet je dat ook nog inzetten op de meest slimme manier. Hè. Ik denk niet dat we nu met massaal voorraadboilers in huis moeten gaan halen om zoveel mogelijk pieken of capaciteit te kunnen trekken. We kijken echt naar de bestaande en degene die we sowieso denken te vervangen. Stookplaatsen vernieuwen door warmtepompen, maak die aanstuurbaar. Dat is een asset die heb je nodig voor de kerntaak, warmte of koel te produceren of u te verplaatsen. En daarnaast die kerntaak gaan we dat zo slim mogelijk op het net laten interageren. Dus nog niet een rush, zeg maar. Een gold rush zit er trouwens ook niet in, zoals de sprekers ook aangaven, in de value. Hè. Het is een dun stukje op de stapel van de waarde en zit vooral in de kernwaarde. Als we even kijken naar de vragen. En voor de mensen die, ja, ik zie de vragen erbij komen, maar dus we gaan ze allemaal sowieso beantwoorden, schriftelijk via de chat, via de Q&A-opvolging, schriftelijk, als we niet tot op het einde geraken. Eens even kijken hier, die volgende vraag. Vanuit deze logica, is een vast capaciteitstarief wel slim? Moet het niet variabel zijn, afhankelijk van de plaats op de eend? De eend, dat was voor Hannes. Ja, we zijn er al eventjes op terug. In lijn is met de vraag van daarnet. Hè. Nu is er gekozen voor een prikkel tot algemeen spreiden, net zoals het uitsluitend nachttarief vroeger zo'n ontwerpprikkel was. Mm-hmm. We gaan met zien dat de zaken evolueren en misschien wordt er wel nagedacht inderdaad over een nieuwe vorm, maar dat is dan ook iets dat in samenspraak met regulatoren, met system operators, met burgers en overheden moet gebeuren. Mm-hmm. Ja. Dus dat kan. Mm. Maar ja. Het is moeilijk om daar perfecte toekomst op te voorspellen. Nee, inderdaad. Maar er wordt aan gewerkt, inderdaad. Ik lees hier ook de vraag van Luc de Vriezen. Van veel gemeenten werken met een uurtarief bij het VEB via AMR-meter. Kan Fluvius de gemeente niet helpen om voor bepaalde verbruikers, bijvoorbeeld warmtepomp, software te voorzien die de verbruiker binnen een bepaald protocol of een bandbreedte stuurt op basis van de Beltex? Die uurwaarden zijn één dag op voorhand gekend. Dus kan je eigenlijk je warmtepomp de volgende dag beginnen inplannen. Ja, dat gaat niemand allemaal manueel gaan doen, dat is terecht de suggestie. Zijn er zo'n zaken in voorbereiding? Ik zou moeten nagaan, dat is een goede vraag. Ik ga dat doorspelen met collega's van de energiediensten. En kijken of dat daarover nagedacht wordt of misschien al bestaat. Ik ben niet zo goed op de hoogte van wat daar allemaal in aanbod al bestaat of niet bestaat. Maar ik kan zeker nagaan, ja. Ja, zeker, zeker. Tariefsturing, duizenden wasmachines. Ja, dat is een technische vraag die ik misschien eventjes
overslaan. En daar komen we zeker schriftelijk op terug. Dat heeft niks met de waarde van de vraag, maar ik zoek nog eventjes naar een paar anderen. Hier, misschien ook nog een eentje die interessant is, omdat dat toch slaat op de kernactiviteiten van lokale besturen die nu sowieso in de renovatiegolf zitten en dus eigenlijk aan het renoveren zijn, ofwel stookplaatsen. En dat is hetgeen wat we ook aangeven als aanbevelingswaardig. En maar overweegt Flugus om energiezorgplannen en ELISE-platformen, of het EMS 2.0, up-to-daten, zodat die kunnen rekening houden met het idee van energiedelen. Energiedelen, of maak er maar meteen ook vraagsturing van, dus in ja. Volgorde. Ja, ook daar ga ik voorlopig het antwoord schuldig moeten blijven en het moet voor het antwoord achteraf houden, hè, omdat je net te ver van staat. Vraagje vanuit Ronse naar DDS, Nathan. Past dit project binnen het huidige wettig kader? Dit wil zeggen, de gelijktijdige en gedeelde energie is een virtuele uitwisseling. Hè? Dat klopt, dat is ook altijd het geval in elke vorm. Geen fysieke energiegemeenschap. Dus dan bedoelt men waarschijnlijk ergens van achter eenzelfde cabine of op eenzelfde lus. Daarbij is er toch weinig of geen impact op de stabiliteit van het distributienet. Of gaan jullie binnen dit project ook verder om tot een fysieke energiegemeenschap te evolueren? Ja, dus ik denk dat enerzijds, of een stukje van de vraag te antwoorden, is sowieso ons doel om de energiegemeenschap, of de partijen die deelnemen aan het energiedelen binnen de gemeenschap, op een geografisch zo klein mogelijke schaal te krijgen. Dus dat die straal zo klein mogelijk is om dat te gaan faciliteren. Maar anderzijds willen we ook niet wachten op een te kleine schaal om te starten, omdat we bij ons spreken in onze visie van alles dat achter een bepaald afnamepunt van Elia zich bevindt en alles wat we daarachter kunnen stabiliseren of zichzelf laten uitvagen, bij wijze van spreken, is al een meerwaarde. Maar natuurlijk, op hoe kleiner dat we de schaal krijgen, hoe efficiënter en hoe meer impact dat het heeft. Maar het is zeker een ambitie. Maar dus omdat we nu al willen starten, bij wijze van spreken, dat we toch daaraan mee gaan. Maar wel die ambitie naar een kleine clusters geografisch. Okay. Dankjewel. Ik ook nog de laatste vraag dan voor vandaag. En dan gaan we inderdaad echt afronden. Er zijn veel vragen en we komen er sowieso op terug. En naar Chris Lemkens, want er zijn er een aantal. Je hebt ze waarschijnlijk kunnen zien in de chat ook. Die richting jouw aansturing van die elektroboilers. Ik neem er eentje aan. Hebben jullie ervaring met die peak shaving bij die kwetsbare doelgroepen? Hoe zit het met GDPR? 2-1. Ervaring met die peak shaving nog niet, omdat wij dat ook niet hebben meegepakt in het proefproject. Maar onze leverancier heeft daar wel al een oplossing voor. Dus we bieden het wel aan. Kwestie GDPR, dat is... Dat was een moeilijke oefening. We hebben het nauw bestudeerd, maar we hebben er wel een oplossing voor gevonden om het GDPR-proef allemaal te kunnen regelen. Dus dat zit allemaal mee in de informatie die terug te vinden zal zijn op de website. Voilà. Eén adres, Chris Lemkens bij Genk. Ja, of www.genk.be. Ja, inderdaad. Ja. Goed. Dan ga ik nu heel eventjes nog het slot geven. Bedankt alleszins voor alle andere vragen. Hè. We komen daar sowieso op terug. En dan... wil ik graag afsluiten voor de mensen die door de bomen het bos niet meer zien, van benut die koppelkansen, investeer en herinvesteer ook die meerwaarde in hetgeen dat nog allemaal moet gebeuren. Er is nog heel veel werk dat op de plank ligt. Die extra PV is een no-brainer. Neem door in de renovatiegolf aanstuurbare toestellen mee en evalueren wat er nu al kan aangestuurd worden om die zelfconsumptie te verhogen. Dat is echt altijd aanbevelenswaardig, zowel qua business case als ook voor het net. Dat hebben de twee heren ook beaamd. En dan gaan we natuurlijk ook kunnen inspelen op die andere netdiensten vandaag en morgen. En zorg dat er ook capaciteit is, mensen om die zaken op te volgen. Mensen om mensen aan te sturen, om dus ook verder samen bijvoorbeeld de middelen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, vergeet die toch niet, als je extra dingen begint te doen, hou dan in het achterhoofd dat dat mee kan genomen worden in het kader van die uitdagingen. En kijk ook over de grens, zoals ook in het pact. Zie hoe je die verhoging van die PV kan aanjagen bij KMO's en burgers via groepsaankopen, pooling in jouw eigen bestekken enzovoort. En dat het niet enkel tot jouw eigen gebouw behoort, maar pas het toe als voorbeeldfunctie, maar probeer ook het woord te verspreiden, om het eventjes uit te drukken. En ga daarin in andere hoeken ook kijken, renovatiegraad. En last but not least, we spreken hier over elektrificatie, nieuwe grote verbruikers, maar mijn collega Gouwen zou mij het nooit vergeven als ik nu zeg van let toch op dat je dat niet gewoon blindelings doet, omwille van wat hier vandaag allemaal van fantastische dingen zijn verteld, op locaties waar eigenlijk blijkt uit uw warmteplan, al dan niet reeds opgemaakt, of uit de warmtezonderings inspiratiekaart, dat er ook collectieve verwarmingsoplossingen zijn van duurzame bronnen.
dan is een warmtepomp misschien niet zo'n goed idee om daar bij een volgende renovatie werk van te maken, want dan kan je beter aansluiten op het warmtenet. En bij deze grote bocht met de hele complexiteit van de energie- en elektriciteit-warmteproblematiek sluit ik graag af door alle sprekers te bedanken, ook alle aanwezigen. U was een fantastisch publiek, zouden we zeggen, op het podium. En save the date voor de volgende Energieke Vrijdag van 10 juni al, waarin we inzoomen op de vernieuwingen van het Noodkopersfonds en eigenlijk ook de oproep met dus een fors budget dit najaar, waar we denken dat we daar toch best al eens eventjes op inzoomen om warm te lopen. Heel erg bedankt. Meer informatie op de website en volgt via mail.